Goed, ik heb u de monetaire matrix uitgelegd en hoe wij daar worden door uh, verward. Er is ook een medische matrix en die houdt verband met de monetaire. Dit is de medische matrix. Um, ja, ik weet niet juist hoe ik daaraan moet beginnen. Ik ga gewoon mijn slides verder doen. Eigenlijk moet je altijd beginnen bij de filosofie, um, hoe wij resultaten, wetenschappelijke resultaten interpreteren hangt af van de filosofie die wij sowieso al aanhangen. Um, en er zijn eigenlijk maar twee fundamentele manieren om te kijken naar de realiteit. Je hebt de moderne manier en je hebt de klassieke manier. Uh, en daar straks in de pauze hadden we het er nog net over dat uh, de, de klassieke geneeskunde verwerpt de methode van de alternatieve geneeskunde. Zei, nee, 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 dat is geen klassieke geneeskunde, dat is moderne geneeskunde. En we moeten, die moderne, we moeten de taal moeten heroveren. Hè? Ze stellen zich voor als klassiek. Ze zijn niet klassiek, ze zijn modern. We staan er maar 150 jaar. Maar de klassieke wijze van genezen is veel ouder. Wat is de meest fundamentele, filosofische overtuiging van de moderniteit? Dat is dat enkel materie echt is. Dus wat je kunt zien, wat je kunt vastnemen, dat is echt. En al de rest is decor. En de ruimte waarin die materie staat, is gewoon leegte. Mocht u dat zeggen in de klassieke oudheid, dan had men u gewoon een gek genoemd. Daar geloofde men precies het omgekeerde. Het enige wat eigenlijk acht, acht is, echt waar is, onveranderlijk is, altijd eeuwig is, dat is energie. De ruimte zelf. En materie is slechts de condensatie van energie. Eh, we kunnen een simpele denkoefening doen als je het visueel spectrum bekijkt, het is allemaal trillingen. Van waar lopen die trillingen? Van infrarood, dus onderrood, naar ultraviolet, naar bovenviolet. En doordat dat spectrum beperkt is voor ons, gaan wij alles wat buiten dat spectrum valt als ruimte zien. Maar stel u nu eens voor dat u dubbel zo ver, dubbel zo, ja, ver eigenlijk in dat spectrum kan kijken. Ja, dan zou iedereen in deze zaal groter zijn. Zou er meer materie zijn. En er zijn mensen die dat kunnen. Er zijn mensen die aura's kunnen zien, bijvoorbeeld. Dus voor die mensen is de materie groter. Dus het verschil tussen materie en energie is gewoon perceptie. Ja, de deur staat een beetje open. Goed. Uh, ah, verversing. Oké, okay, dat is goed. Dat is goed, dat is goed. Ja. Uh, dit is belangrijk, waarom? Omdat de theorie die ik jullie ga aanleren vertrekt van de klassieke manier van denken, waarbij men het lichaam ziet niet als een machine. Zoals de moderne manier van denken. Waar dan iets mis mee is. De ziekte is iets slechts. En we moeten dat repareren. We gaan er een materieel stofje aan toevoegen. Want er is een materiële imbalans. Nee. Als er een zogezegde imbalans in het lichaam is. Dan heeft dat een functie. Um, maar ik wil nog, nog langer blijven stilstaan bij de, bij de filosofie. Waarom? Omdat men de heling van het lichaam niet kan begrijpen. Als men dat niet plaatst in een groter kader, namelijk de heling van het hele universum. En de man die daar uh, het meest over geschreven heeft, is mijn favoriete uh, filosoof, dat is Plotinus, een neoplatonist. En die zei, uh, het enige wat eigenlijk echt bestaat, is volledige oneindigheid. De rest is een condensatie, wat ik net kom te vertellen. En, die, en dualiteiten die wij menen te zien tussen ruimte en leegte, dat is de meest fundamentele dualiteit. Die bestaat wel, maar slechts op een laag niveau van bewustzijn. Hoe, hoe, hoe bewuster je wordt, hoe meer dualiteiten je ziet die eigenlijk geen echte dualiteiten zijn. Bijvoorbeeld links en rechts. Ik heb u dat uitgelegd. De meeste mensen zitten nog altijd in die dualiteit. Als je weet dat het monetair systeem werkt, dan, dan gaat dat weg. En dat is zo voor alles. Tot op een zeker punt dat je een transcendentale ervaring hebt. Je bent één met alles. En dan heb je door dat dit gewoon samsara is. Dat dit gewoon. Een uh, materiële, je zou kunnen zeggen illusie, maar het is geen illusie, waarin we leven. Even kijken, ja. Um, wie was op mijn studiedag rond de toekomst van het christendom toevallig? Eén persoon. <laughs> Twee personen. Um, als je de, de leer van uh, Plotinus um, volgt, die zegt eigenlijk bestaat er in oorsprong slechts enkel uh, oneindigheid. Ja, dan zit je wel met een theoretisch probleem natuurlijk dat we hier vol zitten met eindige dingen, dus er moet iets gebeurd zijn waardoor die oneindigheid pff, uh, ver, vervallen is in eindige realiteiten. En de moderne wetenschap, dus niet de klassieke, de moderne zegt, ah, dat is de big bang, en een, een uh, onooglijk bolletje materie die dan hangt waarin, ik weet het niet, toch wel in oneindigheid zeker, maar goed, reductionistisch denken, ontploft en daar komt dan alles uit voort. De klassieke manier van denken is niet de Big Bang, is emanatie. En emanatie wil zeggen dat oneindigheid dus overal in stukken en brokken van een valt. En dat is wat wij nu aan het ontdekken zijn in de kwantumfysica: dat er eigenlijk oneindig aantal realiteiten bestaan die kruisen in het nu. En ze mogen daar nu niet op in. Haha. Um, uh, maar het punt is dus dat oneindigheid in stukken en brokken van een valt en in elke mythe. Heeft men het over de primordiale chaos? De chaos, soms is het water, soms is het de hemelen en de aarde, er dus is chaos. En dan is er een structurerend element in elke mythe, dus ook in de christelijke mythe, een structurerend element die maakt dat hemel en aarde van elkaar gescheiden worden, dat licht en donker van elkaar gescheiden worden, dat, de, de, dat er meer logica in begint te zitten. Nog niet volledige logica, maar meer. En in de christelijke mythe is dat de Vader. Dus de Vader is niet hetzelfde als God. God voor mij is oneindigheid. De Vader is een aspect van God. Of, zoals de Katholieken zeggen, een persoon. Een van de drie personen van de Triniteit. Wat gebeurt dan? En het heeft een nut dat ik dit uitleg, omdat we moeten komen tot de trekkende, helende kracht. Wat gebeurt er dan? Uh, die Vader uh, houdt orde. En dat is belangrijk, want uh, orde, zelfs al is die orde vreed... Met straffen is nog altijd beter dan chaos. Dat is ook wat je ziet vandaag. Mensen volgen leiders die zelfs openlijk en bloot uh, voor hun eigen gewin bezig zijn, maar tenminste scheppen ze orde. Orde is zo ongelooflijk belangrijk voor ons, omdat in de totale wanorde is er enorm veel angst. Dus de vader is een angstreductor, die, die maakt angst kleiner. En wat, wat gebeurt er dan? De mensen proberen de geboden van die God zo goed mogelijk te volgen. Hij krijgt een kaste aan fariseers die dan het tempelsysteem hebben uh, bedacht. En dan krijg je plots een mens die zodanig goddelijk is qua mens, die zodanig in lijn staat met zichzelf, dat je hem eigenlijk kunt een halfgod noemen. Dat is mijn overtuiging. Je hebt drie halfgoden, de vader, de zoon en de heilige geest. En drie keer een halve is één en een half, dus over unity. Um, die zegt, jullie al jullie regeltjes, hè, die komen van de vader. Hè, de, de 613 misvat. Dat, dat, hoeveel je je vingers mag wassen op zaterdag en al die dingetjes. Je zegt: er is maar één gebod. En dat is liefde. Zie uw medemens graag. En zie vooral uw vijand graag, omdat dat is, want dat is een patiënt. Dat is een mens die nog niet weet hoe de dus ding, dingen in elkaar zitten. Wat gebeurt er? De volgelingen van de vader die kunnen niet omgaan met die boodschap en die doen de zoon dood. Dus stel u maar een de psychologie van de vader voor. En Jung heeft een fantastisch boekje daarover geschreven, uh, uh, Answer to Job, het antwoord aan Job. Uh, stel u maar een keer de psychologie van de vader voor, die er altijd op gedrukt heeft hoe belangrijk het is om de regels te volgen, en zijn volgelingen die de regels volgen, doen zijn eigen zoon dood. Daar transformeert geval. En dus bij de vrijzenis van Christus, die je ook gewoon volledig um, symbolisch kan interpreteren, als u dat nodig heeft, uh, uh, vereist er een nieuwe logica. En dat is de logos. Dus we gaan van chaos naar de logos. En als men spreekt over dat is toch niet logisch, uh, heeft dat te maken met het volgen van de logos. Wat gebeurt er? De vader wordt minder belangrijk, dus je mag nog bidden. Dat is zeker niet slecht. Maar uh, de, we zijn in het tweede deel van de kosmologische cyclus aanbeland. Nu begint, dus dit is een duwende kracht, verplichtend. De, de, de vrouwelijke kracht, de moederlijke kracht, is verbindend. De heilige geest, heilig, verwijst naar heel. De heelwording, de heling. En dus als we spreken over zelfheling van het lichaam, we denken dan: wauw, wat een fantastische technologie. Maar het hele universum is aan het helen richting eenheid, naar het punt omega. En dat, daarvoor heb ik een neologisme uitgevonden, misschien vindt het ingang. Dit is de Great Emanation, dus uh, on oneindigheid die verscheiden valt. En de the Great Evanation, dat doet een beetje denken aan evaporatie, maar. De laatste fijnstoffelijke elementen die dan terug in, in God opgaan, in oneindigheid opgaan, en dan begint dat gewoon helemaal opnieuw. He? Dus de cyclus. Enfin, um, dus het, het hele universum is op weg naar eenwording, heling. En ja, dat, dat laatste had ik nog niet vermeld, dat, dat eindpunt, dat is de telos. He? Je hebt dus chaos, logos en telos. En we gaan dat ook zien in, 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 het, in het helingsproces van het lichaam. Want als je een sneetje maakt aan je vinger, heb je dat ooit eens afgevraagd? Hoe weet jouw lichaam dat, dat, dat die huid op die manier net moet terugkomen? Dat is toch een, een wonderbaarlijk ding. Als je een zeester uh, een pootje afknipt, wat ik nog nooit heb gedaan trouwens, ik heb dat horen zeggen van iemand anders, uh, dan groeit dat terug. Dus, dus er is een intelligentie achter de schermen wat je vandaag niet meer mag zeggen in de wetenschap want de wetenschap is materialistisch, modernistisch, reductionistisch, positivistisch. Maar als je terug gaat aan naar het klassieke denken kun je wel snappen waarom het lichaam zichzelf heelt. En ik vind die filosofische inleiding zo belangrijk omdat de eerste wet van Hamer daar volledig over gaat. Hamer was niet enkel een dokter, dokter Hamer, hij was ook een theoloog. En toen ik dat zag dacht ik: "Oh, jij weet waar je over bezig bent." Goed. Ik heb, dit ga ik niet bespreken, maar in mijn doctoraat ben ik dus bezig met dat, dat kosmische schema aan het uitwerken voor de wetenschappen. Dus je hebt uh, in het begin chaos, dus de kosmologie bestudeert de, de oorspronkelijke zaken. Dan de astronomie, dan dalen we af naar de fysica. De fysica van kleine dingen noemen we chemie. Dan is er een heel raar fenomeen, in het leven. Geen enkele wetenschapper kan ermee omgaan. Er is niemand die mij kan uitleggen of dat de biologie een menswetenschap is dan wel een natuurwetenschap. En dat komt natuurlijk, omdat het net op de grens tussen de twee zit. Dan gaan we naar de menswetenschap, de sociologie, de psychologie, de antropologie en de theologie. Dus dit is de Oostenrijkse school, waarvan enkel nog maar dit stukje is uitgewerkt, economie. Want economie is heel breed. Dat is de studie van de uh, groeiende orde. Dat is niet de studie van geld. Dat is een onderdeeltje daarvan, de studie van groeiende orde. Enfin, dat bespaar ik jullie. Het is gewoon eventjes uh, vermelden. En dus die cycli van, van moderniteit en, en, en klassieke denken, dat is een enorm lange cycli van 400, 500 jaar. En als, jij, als, jou, als jouw bewustzijn vernauwd is geworden door dat monetair systeem, dan denk je dat, dat, dat de, de, de filosofie waar jij vandaag in zit de enige mogelijke filosofie is. En bijvoorbeeld, dokters, merendeel van de dokters, zijn zeven jaar opgeleid. Nee, in mijn ogen zijn ze zeven jaar geïndoctrineerd in de modernistische, reductionistische, materialistische, positivistische, wat gaan we nog vinden? Visie. Maar dit is, dit is een intellectuele bubbel. Ik ga daar niet op ingaan, ik heb daar al lezingen over gegeven. En die bubbel is gecrashed in de Eerste Wereldoorlog. En nu zitten we in de postmoderniteit. Maar dan gaat dat terugkomen, dat is ook cyclisch. We gaan terug naar de klassieken. En ik zit al in de proto proto-klassicistische fase. Ik ben al terug voorbij de paradoxen. Ik ga dat allemaal besparen. Mijn punt, is, mijn punt is oogkleppen. Onze medici hebben oogkleppen op. Het verste waar ze geraken... Ah, die meneer heeft psychosomatische klachten dus psycho somatisch. Dus alsof lichaam en geest een dualiteit zijn. Ik heb u net gezegd: "Nee, het lichaam is een condensatie van energie." Dus als er in uw lichaam iets niet werkt, dan is er energetisch iets niet in orde en de belangrijkste oorzaak van energetisch iets niet in orde zijn is hier uw filosofie. Stelt gij u in lijn met het universum of of zijt gij tegen het leven bezig? Zijt gij antibiotisch bezig of zijt gij biologisch bezig? We enfin, ik ben terug aan het gaan. Hop, hop. En dus, um, je hebt eigenlijk twee visies op wetenschap. En dat is het positivisme. En wat is positivisme? We werpen een uitspraak in, in de realiteit. En dan gaan we verifiëren of die waar kan zijn. Dat is wat gebeurt in de natuurwetenschap. In de menswetenschap, als je dat doet, dan ga je eigenlijk gewoon je eigen voorkeur bevestigen. En dat is het geval van Pasteur bijvoorbeeld, daarom, daarom heb ik het daarover. Je moet eigenlijk negativistisch beginnen kijken. Je moet een bestaande theorie bekijken. We hebben er genoeg over kanker, over infecties, over weet ik veel. En je moet proberen een contradictie die daarin zit te pinpointen. Ik heb er ook een neologisme voor bedacht, het is hier de dag van de neologismen. Uh, Trainspotting is het spotten van treinen die passeren. Birdspotting is het spotten van vogels. En wel, ik heb een neologisme bedacht, conspotting. Het spotten van contradicties. En ik kan u zeggen, in de media, als je gewoon nog maar één nieuwsjournaal bekijkt, je kunt gewoon een bingo maken met het aantal contradicties dat men u verkoopt. Daaraan weet je dat ze positivistisch bezig zijn, dat ze gewoon uh, zeggen wat ze eigenlijk al sowieso geloven en er is geen enkel bewijs. Maar wij moeten negativistisch bezig zijn en gewoon de illusies één voor één weghalen. En wat dan overblijft, moet de waarheid zijn. Dat is Arthur Conan Doyle. Uh, het citaat heb ik later in de presentatie, ik kan het nooit van buiten zeggen, maar goed. Dus een voorbeeld van positivisme. Pasteur. Ik noem hem consistent, niet meer Louis Pasteur, maar fraudeur Pasteur. Ja, en ik mag dat zeggen met zoveel bravoure. Waarom? Omdat we dat kunnen documenteren op basis van zijn eigen labnotities. Hij heeft experimenten uitgevoerd waarbij hij controlegroepen bijvoorbeeld vergiftigde. Eén groep kreeg het vaccin, een groep honden. En de groep honden die het vaccin niet kreeg, vergiftigd hij. Die, die gaan dood. Ik vind het niks uit, hè. Die gaan dood en dan schrijft hij op, ziet, zonder het vaccin. Die gaan dood, hè. Dit is positivisme. Je, 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 je eigen werkelijkheid op de werkelijkheid leggen en dan een beetje duwen, een beetje interpreteren totdat het juist zit. En van die man hebben we dus, hebben we dus de, de illusie opgedaan dat bacteriën ons ziek maken. Want wat deed hij? Hij onderzocht patiënten die overleden waren aan een longontsteking. En dat kan natuurlijk zeker. Als die inflammatie niet goed beheerd is, kan men daaraan sterven. Uh, hij sneed die open en wat zag hij? Dat er een enorme activiteit was van tuberculosebacteriën. Ah, zegt hij, voilà, kijk. Beestje dood, tuberculosebacteriën. Tuberculosebacteriën hebben het beestje dood gedaan. Excuseer, dat is net hetzelfde zeggen als wanneer je een brandweerman uit een bibliotheek ziet lopen die aan het branden is met kostbare wiegedrukken in zijn armen, dat hij een brandweerman het vuur heeft aangestoken. Ah ja, want die brandweerman komt altijd voor in de stad, waar, wanneer er ergens een brand is, dan zie je van die mannen, van die brandweerman, hé, hey, met mij gaan ze niet lachen, hè? Die brandweerman heeft vuur aangestoken. Dus correlatie, het samenvoorkomen van fenomenen, is niet hetzelfde als causaliteit. En de hele, dus oorzakelijkheid, en de hele Moderne medische theorie, MMT, is gebouwd op correlaties. Op het samen voorkomen van fenomenen die daarom nog niets bewijzen. Het is geen bewijs dat wanneer je tuberculosebacteriën vindt in longen die ontstoken zijn, dat die tuberculosebacteriën die longontsteking veroorzaakt hebben. En tegen dat jullie naar huis gaan, gaan jullie perfect snappen waarom die twee dingen samen te zien zijn en toch niet de oorzaak zijn van elkaar. Dus dat is een moderne opvatting. Ik ga het al verklappen, ik ga het, nee, ik ga het niet verklappen, ga wachten. Uh, dus Louis Pasteur is een, is een, is een voorbeeld. Um, ja, ik had dat verteld. Het negativisme is anders. Het negativisme stelt constant in vraag van, ja maar is de oorzakelijk, oorzakelijkheid die ik meen te zien, is die eigenlijk wel bewezen? Het is niet omdat dat samen voorkomt dat dat bewezen is. En de man die dat wel goed um, heeft uh, proberen te doen is Robert Koch. Dat is een beetje de Duitse tegenhanger rond 1871 van, uh, van Pasteur. En dat is wel een ernstige man. Pasteur was geen ernstige man. Uh, maar die heeft wel nog altijd enorm veel krediet. Hè? Dus het uh, instituut Pasteur is nog altijd de referentie. Wij uh, drinken gepasteuriseerde melk, alsof de bacteriën die in de melk zitten ons zouden ziek maken. Dat is allemaal bullshit. Hè? Uh, maar hij heeft uh, een procedure ontworpen waarbij dus geëlimineerd kan worden, waarbij dat wij contradicties kunnen elimineren, dus negativisme, uh, dat een bepaalde ziekte zou ontstaan zijn door een besmettelijk deeltje. En wat is zijn pro procedure? Vier stappen. Hij zegt, ten eerste moet de ziektekiem in ongewoon grote hoeveelheden worden aangetroffen in een ziek persoon. Lijkt mij logisch. Als je zegt dat de ziektekiem verantwoordelijk is, dan moet ze daar... Brrr, ik weet niet, ik, ik bijna aan het opeten. Zijn. En we gaan die isoleren. We gaan de bacterie die dat doet, de tuberculosebacterie, gaan we isoleren. We gaan dan uh, die, die, die bacterie buiten het lichaam kweken. Dat is de tweede stap. Uh, dus buiten het lichaam waar dat gehaald is, isoleren. En dan gaan we een mens die wel gezond is, gaan we daar die bacterie inbrengen. Stap drie. En stap vier is: als die mens dezelfde ziekte krijgt, ja, dan zijn we zeker dat het een besmetting is van een bacterie door een andere. Wil u geloven? Geloof het of niet, dat die theorie nog nooit bewezen is. De postulaten van Koch zijn nog nooit vervuld in de geschiedenis van de mensheid. En om je maar een idee te geven, zelfs al zegt men van wel, wel, zelfs al is men positivistisch daarover. Een mooiste voorbeeld daarvan is het onderzoek van uh, dokter Rosenau, dat was een legerarts, die mocht experimenteren met stoute matrozen. Dus gaat iets misdaan in de Navy en dan moet het cachot, soms ondertagen, maar als je meewerkt aan een experiment. Ze zeggen nu nooit wat, mag je vroeger uit Dakar Shot. En wat was de actualiteit van het jaar 1918? Er was Spaanse griep, die niet Spaans is en geen griep. Dat gaan jullie perfect snappen tegen het einde van deze dag. En wat doet hij? Hij, poogt, hij probeert die gezonde matrozen te besmetten met zieke matrozen. Door zieke matrozen. Dus wat moeten ze doen? Ze moeten eerst gewoon erbij zijn. En dichterbij zijn en een beetje babbelen. En er wordt niemand ziek. Oké. Okay. Dan gaan we een keer vragen dat ze hoesten in mekaars aangezicht. Ja, dat is wat minder aangenaam natuurlijk. Maar goed, als je vroeger uit het cachot wilt, dan is dat wat je moet doen. Er wordt niemand ziek. Dan zijn ze kom, we gaan de meest drastische middelen. We gaan snot uit de neus halen van ene en in de neus van de andere. Worden niet ziek. Goed, je gaat een hele nacht samen slapen. Alleen oh met, met zo'n zweter die, aan, die, aan, die ziek is. Ja. Ze worden niet ziek. We gaan bloed trans transfereren. Ze worden niet ziek. Acht verschillende experimenten op drie jaar tijd. En wat moet dokter uh, Rosenau beslissen? Ik kan niet bewijzen dat de Spaanse griep besmettelijk is. Hadden jullie ooit al gehoord van dit onderzoek? Steken ze uw hand op. Ja, toch, toch redelijk veel. Ja. Goed. Uh, dus dat is een echte wetenschapper die, 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 die zit met het idee van dit is een besmettelijke ziekte, maar hij kan het niet bewijzen. En hij, hij is eerlijk en hij zegt van ik kan het niet bewijzen. Jullie misschien wel, maar ik kan het niet. Dus, dit is het citaat. Once you eliminate the... Want dat, dat lijkt onmogelijk, hè. Ik bedoel, de theorie is infectietheorie, maar het is onmogelijk. Weet iemand... Ja, ik heb het al gezegd van wie dat is, uh, Arthur Conan Doyle. Once you eliminate the impossible, dus als je het onmogelijk elimineert, wat er ook maar overblijft, hoe, hoe moeilijk dat ook is om dat te geloven, uh, moet de waarheid zijn. En, en dit is het proces wat, wat ik heb moeten doormaken en, en, en Peter ook, want ik zei van in het begin, Peter, het klopt hier niet, uh, ik geloof niet dat virussen bestaan en ik geloof zelfs niet dat infectie reëel is. Dat was mijn intuïtie. Ik, had die, ik kon die niet hard maken, maar dat was mijn intuïtie. Ik heb geleerd om mijn buik te volgen. Het is een beetje kleiner antwoorden nu, maar ik heb ooit een serieuze buik gehad, dus dat is, misschien moet ik stoppen met, met vermageren. Um, maar wat is er natuurlijk altijd in de achtergrond, dat is het monetair systeem, geld verdienen, macht. Die infectiemieten, want dat is het, uh, ja, dat is natuurlijk een enorme bron van inkomsten. Beeld je maar in zin dat een uh, bevolking van 10 miljoen, dat er daar 6 miljoen de griep krijgen. En dus deze man, John D. Rockefeller, waar hebben we die nog gezien? zie ik hoe gezond dat die is bijvoorbeeld? Heel sympathiek, heel sympathiek, heel sympathiek. Heel sympathiek. heeft de Armeniërs, uh, oh ja, we gaan er niet over beginnen. Um, en Rockefeller, wat doet hij? begint de American Medical Association te sponsoren. Dat is eigenlijk een soort orde van geneesheren, die toen nog niet zoveel macht had. En in zijn pers, want hij bezat alle pers, begint hij de natuurlijke, klassieke geneeswijzen belachelijk te maken. Het verhaal van slangenolie die verkocht wordt, snake oil bijvoorbeeld, is een, campagne, een, een, een marketingcampagne om uh, de klassieke geneeswijzen in discrediet te brengen. En vanaf nu moeten enkel nog wetenschappelijk opgeleide doktoren de geneeskunde beoefenen. En wat is wetenschappelijk opgeleid? Lees, geïndoctrineerd met modernisme, materialisme, reductionisme, positivisme. De mens is een machine, er is een radertje kapot, we gaan een beetje stofjes erbij doen, farmacologie, en dan komt het in orde. Dus, <laughs> plots gebeurt er iets heel vreemds. Die postulaten van Koch, die nog nooit vervuld zijn, die dus de infectieuze ziektes niet kunnen bewijzen wordt plots vervangen. plots is er een mannetje van, van Rockefeller hier, zie je hem, Thomas Rivers, en die krijgt een budget van 100 miljoen. 100 miljoen in het jaar uh, 19. Ik moet even nadenken. ik dacht dat 19. ja, ik weet niet meer juist wanneer het was. Uh. mijn broer zegt moet tussen 1888 en 1962 geweest zijn. Dat is wel juist, maar uh, ik denk dat het in 1937 was. Ik wil er vanaf zijn, in ieder geval 100 miljoen toen. Nu is dat eigenlijk bijna niks meer, want ze printen de hele tijd bij. Maar toen was dat gigantisch veel geld. En dus hij gaat naar de 50 Amerikaanse staten, naar de belangrijkste universiteiten, en hij zegt: hier 2 miljoen voor een afdeling virologie. Virologie? Uh, ja, maar virussen, uh, dat is eigenlijk een hypothese. Ja, maar we gaan dat onderzoeken. En dus, ik, ik, ik parafraseer nu hoe het werk gegaan is als iemand mij echt wil pakken op die woorden, dat is niet zo gebeurd. Ik ga op tijd en stond wel die bunkers die, krijgen die, die mij willen af, af, afmaken, maar dat doe je dan maar. Maar het punt is dat hij de aandacht afleidt, dat is het wat men altijd doet van Kochs postulaten staan als een huis. Dat zijn vier dingen. Je kunt echt op die manier uitsluiten dat iets um, uh, ja, ziekte of besmetting veroorzaakt, infectie veroorzaakt. Maar zijn postulaten, die hij in de plaats stelt, zijn niet negativistisch. Zij sluiten niks uit. Zij zijn weer positivistisch. En we gaan ze overlopen, omdat dat heel belangrijk is. Zegt hij, het virus moet geïsoleerd worden van een overleden gastheer. Oké, okay, dat lijkt redelijk op het eerste postulaat van Koch. Redelijk. En dan zegt hij zo, langs zijn we weg. het virus moet gecultiveerd worden in gastheercellen. Maar wacht een keer. Is dat een postulaat? Is dat iets dat je... Uh, poneert als een onderdeel van een procedure, of is dat eigenlijk een stelling? Is dat eigenlijk een aanname? Wie zegt in de eerste plaats al dat virussen enkel in gastheercellen kunnen overleven? Dat wordt nu beweerd. Maar dit zit dus eigenlijk al in de procedure. Dus er is, ingeslipt, er is een dogma ingeslipt die het hele debat verandert. Zo doet men het. Derde, het virus moet kunnen gefilterd worden. Ja, dat is inderdaad een groot probleem, want het enige wat jullie hebben is viral solution. is een oplossing waarvan vermoed wordt dat het virus erin zit en dan moet dat virus er nog uitgefilterd worden. Iets wat men nog nooit heeft kunnen doen. Ik wil straks bewijzen dat dat echt zo is. Je moet dezelfde ziekte veroorzaken, ja, dat is eigenlijk hetzelfde als de derde postlaaf van Koch. Dan opnieuw isoleren, <laughs> daar gaan we een keer goed mee lachen. En dan, het virus moet een specifieke immuunrespons veroorzaken. Sorry, maar dit is niet iets van... Wat, wat is het verschil dan met dezelfde ziekte veroorzaken? Een specifieke immuunrespons. Dus dit is gewoon... Hoe moet je dat zeggen? Filosofische oorlogsvoering in die zin. Men injecteert uh, aannames alsof het onderdelen zijn van een procedure. En op die manier verschuift het debat. Iedereen heeft 2 miljoen gehad. We gaan wel papers produceren over virologie. En om u een voorbeeld te geven van hoe ongelooflijk... Wat een ongelooflijke brani, lef, dat men heeft. Nature, wat zogezegd het, het meest gezaghebbende uh, regime, uh, review is ter wereld, zegt uh, in 2003 na de SARS-pandemie, uh, fake-pandemie, uh, de postulaten van Koch zijn vervuld voor het SARS-virus. SARS -virus. Dus wij hebben die vier dingen gedaan en... We hebben mensen kunnen aantonen dat mensen besmet geraakt door het SARS-virus. Maar als je dan de paper leest, en dat doe ik wel, ik lees die papers dan ook effectief, dan zie je dat het een ronkende titel is, maar in wezen gaat het niet over, poch, over Koch, het gaat over Rivers. Dus in de titel zet je Kochs postulaten zijn vervuld, maar in het artikel zet je dat het gaat het effectief over Rivers. Allee, hoe kun jij beweren dat nature een gezaghebbend blad is wanneer ze... Bloody hell, ik had bijna een ander woord gebruikt: onderdeel zijn van het systeem. En nog één detail: de postulaten van Rivers veronderstellen niet eens dat het virus meer moet voorkomen in zieke patiënten. Dat is ook weggevallen. Koch zei dat wel. Dat is de logica toch. Als je zegt dat die pathogeen, dat ziektekiemetje, de ziekte veroorzaakt, ja, dan moet het meer voorkomen in een zieke persoon. En Zelfs Rivers zegt dat niet. Dus dat is gewoon een mind operation om je af te leiden. Goed. Maar het is nog veel, veel, veel erger. Want God heeft deze man op mijn pad gezet, dokter Stefan Lanka. Ik kon vroeger de telefoon nemen en hem gewoon bellen. Ik heb daar drie uur mee aan de telefoon gehangen. En hij, ik denk dat hij mij bijna aan het achtervolgen was voor stalking. Uh, nu niet, want hij is super populair geworden en ik raak er niet meer bij. Het lukt niet. Dus ik ben een inzamelingsactie aan het houden om zijn aandacht te trekken. Dan, dan ga ik hem misschien nog een keer naar Vlaanderen krijgen. Uh, zegt hij, het virus moet geïsoleerd worden van een overleden gastheer. Uh, maar zegt hij, zelfs dat eerste postulaat van Rivers, als je dan toch nog zou meegaan in Rivers, zelfs dat is nog nooit voldaan. En hij heeft dus in 2011 een prijskamp uitgeschreven van 100.000 euro voor de eerste viroloog die uh, hem het bewijs van isolatie van het virus kon voorleggen. En gedurende drie jaar hebben een aantal virologen papers gestuurd met zogezegd het bewijs, een beetje zoals die Koch's Postulates Fulfilled in Nature, en dan leest het artikel en zegt Lanka, nee, sorry, het staat er niet in. Drie jaar aan een stuk. Tot in 2014 een jonge arts met de naam David Bardens, die nog in opleiding was, stel je maar een keer voor, hij is 26, 27, hij is nog een arts in opleiding, hij heeft nog alles te verliezen, en hij gaat naar Lanka en hij zegt, ik heb hier zes papers waarin de isolatie van het virus beschreven staat, dus geef mij mijn honderdduizend. En Lanka zegt, jongen, euh, kijk, de eerste... Bewijs dat niet, de tweede ook niet. We gaan ze straks allemaal overlopen. Hè. Het is belangrijk, want in het debat worden wij uh, belachelijk gemaakt, maar ik ga hen belachelijk maken. Um, dat is niet mijn bedoeling, ik wil gewoon de dingen recht zetten. Um, dus wat zegt Bardens? Jonge kerel, jonge kerel zegt: Ik ga, naar, ik ga naar, uh, naar het gerecht, ik sleep u voor de rechter. Jij beweert hier zomaar dat je een prijs gaat uitreiken en je voldoet er niet aan. Hij zegt: oh, Geen probleem, ik sta recht in mijn schoenen, gaan we naar de rechter. En hij gaat voor de rechter. Uh, enfin, dat is een beetje details, en hij verliest, Lanka verliest, in eerste aanleg. En als je nu Lanka opzoekt op, op Google, dan is het eerst wat hij gaat lezen, uh, virusontkenner moet 100.000 euro betalen, bla 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 bla. Wat ze er niet bij zeggen, is dat Lanka gewonnen heeft in beroep. En wat ze er niet bij zeggen, het is, het is, het is eigenlijk, uh, als je dan de, 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 het gerecht bekijkt, zit ook vol met vrijmetselaars. Wat ze niet erbij zeggen, is dat de rechter in eerste aanleg die zes papers, die zes artikels, zelfs niet eens bekeken heeft. Dat is ook de reden waarom hij in beroep kon gaan. Was die rechtsgang correct verlopen, ja, dan had Lanka gelijk gekregen, moest hij ook niet in beroep gaan. Het is doordat de rechtsgang niet correct verlopen is, of de rechtsvinding liever niet correct verlopen is, dat hij uh, de zaak aanhangig kon maken hè, bij de rechtbank van tweede aanleg, wat het beroep is. Uh, maar, maar in de pers wordt dat natuurlijk uitgesmeerd. Hè. Uh, die een fantastisch. En de meeste mensen denken niet verder. Ze zien dat verschijnen. Ze googelen hem snel een keer. En zien dat verschijnen. En Google zo, Ja, weer, weer zo'n fantastisch verhaal. Allee, fantastisch verhaal. Uh, we, we doen dat weg. Maar er zit veel meer achter. Hij gaat een beroep. Oké, um, enfin, een beetje details. Maar de beroepsrechter heeft hem gelijk. En hier heb je het vonnis, mocht er iemand aan twijfelen. OLG Stuttgart, oordeel. 12 uur 6315. 15. kan iedereen gaan opzoeken. Maar we moeten één nuance maken. Het Hof van Beroep heeft niet gezegd dat virussen niet bestaan. Als je dat leest op internet, dan is dat waarschijnlijk al een Controlled Opposition poging. Want dat is niet de functie van het Hof. De functie van het Hof is bepalen of Lanka, de belofte die hij heeft gemaakt, nakomt. En wat was die belofte? Ik betaal 100.000 euro aan de eerste viroloog die mij het bewijs van isolatie van het virus kan geven in een paper. Er stond een. En wat zeggen de tegenstanders van Lanka? Het was een juridisch-technische overwinning, want het bewijs is wel degelijk geleverd, maar over zes papers. Dat is nu de, de damage control die men wil doen. Ja, in Lanka heeft gewonnen, hè? Heeft gewonnen hè? maar op een juridisch-technisch detail. Oké. Okay. Zou Bragdanert niet zijn als die, die zes papers niet een keer? Ga helemaal bekijken, dit zijn de zes papers. En ah ja, nog een klein, klein detail. De beroepsrechter vraagt aan Bardens, ehm, meneer Bardens, van, van die zes artikels, wat is nu het belangrijkste om, het, om, om te lezen? En hij begint zo'n beetje te stamelen. En de, de rechter vraagt, ja wel, maar van die zes, wat is nu echt belangrijk? En ik kan hier, maar heeft u dus ze eigenlijk wel gelezen, zegt hij. En dan moet hij bekennen, stel maar eet. Nee, ik heb ze niet gelezen. Dus wie heeft hem die papers? En, 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 en Stefan zegt, van de 30.000 papers die over het mazelvirus zijn geschreven, zijn dat de zes beste. Onder de slechtste, de zes beste. Dus hoe kan een gast, je ziet hem dan een keer, dat weten? Dit is een stroomman. Dit is een strooman en men had erop gerekend dat Lanka zich geïntimideerd zou voelen, niet verder gaan, maar dat ken je Stefan nog niet, want <laughs> ik kan u verzekeren, het is geen gemakkelijke man, maar we hebben moeilijke mensen nodig, we hebben dwarsliggers nodig om sporen te trekken. Dus we gaan die zes papers bekijken in detail. Wat is de eerste paper? Die is van, van Enders. en Enders isoleren niet het virus, maar gewoon weefsel uit een patiënt die de mazelen had. Dus men haalt een beetje slijm uit de neus en men noemt dat het isolaat. Oké, okay, het isolaat, maar binnen dat isolaat moet dan wel het virus zitten. En ja, maar ja, dat is de discussie tussen isoleren en purificeren. En dat is toch wel een heel moeilijke debat, want ja, dat is heel filosofisch en zo, en wij zijn wetenschappers. Zie je waarom dat ik zeg dat filosofie superbelangrijk is? Men, ver, ver, men verbergt zich achter de taal. En als je ooit eens een wetenschapper op plein publiek wil zien liegen, dan moet je de documentaire uh, The Emperor's New Virus bekijken, uit 2013. En ongeveer aan drie vierden van die documentaire zie je Luc Montagnier, die de uh, Nobelprijs gekregen heeft voor de isolatie van het HIV-virus, letterlijk, woordelijk toegeven: ik heb dat nooit geïsoleerd. Hij zegt het gewoon. Maar de slaven zijn Confuse and Conquer en ze zien het niet. wat het zijn daar dat je essenties vindt. Dus die paper um, heeft die cellen dan op zware antibiotica gezet om zogezegd een bacteriologische infectie, waarvan we weten dat het niet bestaat, uit te sluiten. Maar ja, als je zware antibiotica toedient aan een cel, en je zet ze dan ook nog een keer op een lage oplossing van voeding, ja dan sterft die cel. En dan zeg je, de cel sterft? Ja, voilà, het virus is bewezen, hè? Zo kinderachtig gaat het eraan toe, mensen. En ze hebben een witte schort aan en er staat DR voor hun naam, en daarom moeten wij hen zomaar volgen. Dit is de eerste paper waar Bardes mee afkomt. Dus het kleinste kind kan zien dat het virus daar niet geïsoleerd is. Ik ga ze een beetje samenvatten. en dus, uit 1959, die, uh, die borduur gewoon voort op de paper van 1954. Dus dat is ook al niet meer. Alles wat voor voortborduurt op die paper is niet geldig. Uh, uh, Imagawa uh, laat een foto's zien. Voor de eerste keer foto's hè, met, met uh, een elektronenmicroscoop. Maar zegt Lanka. Dat zijn typische celonderdelen die je daar ziet. Dat is geen virus, dat zijn typische celonderdelen. Maar men heeft geen beeld van een virus, dus men begint maar te fantaseren. Is, valt u trouwens niet op dat op tv dat het altijd een uh, artist's impression is, zo, een, een soort virtueel virus? Vandaar de naam van deze lezing van vandaag. En uh, Lund en Tyrell in 1984 doet juist hetzelfde: foto's van celonderdelen, en dan denkt men dat dat een virus is. Maar dat is geen bewijs van isolatie. Paper 5 is de meest vernietigende paper voor Bardus, en dat is eigenlijk het raarste van al, omdat die het proces beschrijft waarmee men tot een consensus gekomen is over de genetische samenstelling van dat virus. Want dat is nog iets wat, wat, wat jullie moeten weten. Het genoom, het zogezegde genoom van een virus, is niet iets dat wordt bepaald in het laboratorium, maar iets dat wordt gewoon met software gemaakt. Dus wat gebeurt er? Een cel sterft. Er komt RNA-deeltjes uit, allerlei RNA-deeltjes. Die RNA-deeltjes determineert men wel, die stukjes, bijvoorbeeld 100 nucleotidekjes, daar 1000 nucleotidekjes. En die stopt men, de code daarvan, de codering daarvan, stopt men in een database. En de bekendste database daarvan is Illumina. Illumina? Uh, Illuminati, goed. Ik, ik heb die link nog niet gelegd, er was iemand op een andere lezing van mij die die link legde. Oké, okay, kan toeval zijn. Maar de software waarmee je dan die stukjes naast elkaar kan zetten heet Trinity. Het coronavirus, als je de genom genomische samenstelling bekijkt, de genetische, de laatste letters zijn a's, adenine, 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 adenine. Hoeveel adeninekes hangen er daar als een staart aan? Denken jullie? 33. Toen wist ik, toen wist ik, dit is de elite die boven onze hoofden aan het communiceren is. Ik heb het uitgezocht. Er is een proces in de ribosomen en dat heet methylatie als ik me niet vergis, methylatie, maar methylatie, dat dient eigenlijk om een serie aatjes eraan te zetten, zodat het dat de ribosoompje weet dat de code die het moet produceren eindigt. Maar die methylatie is dik, dikwijls meerdere honderden aatjes, nooit 33. Dus men is gewoon met ons aan het spelen. Maar dus deze paper beschrijft het consensusproces, maar dan moeten ze daarover debatteren. Hoe kan het dat men 30.000 papers schrijft over één bloody virus? Omdat men het niet akkoord is over wat nu eigenlijk de juiste genetische samenstelling is. En aan elke genetische school, want dan heb je binnen die, 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 die gemeenschap, die fake gemeenschap van fake wetenschappers, heb je verschillende richtingen. En aan elke richting hangen er subsidies vast. Dus men is een debat aan het voeren van twintig jaar om te komen tot een consensus. Wetenschap gaat niet over consensus. Wetenschap gaat over experimenteren en causaliteiten vaststellen. Niet samen akkoord worden over een bepaalde zogezegde realiteit. En het gaat zelfs zo ver dat Trinity als software als die twee stukjes op elkaar worden gezet en ze passen niet echt, dan stelt de software een stukje voor om indien het zou moeten passen, stel dat je dat ooit eens zou willen maken, dan zou je dit moeten erin schuiven. En dat wordt dan mee gepubliceerd. En dit is dus het genoom van het virus volledig virtuele oefening. En als je de debatten hoort, moet je heel goed focussen op twee woorden. Eén uh, ding in de biologie is determinatie. Je wandelt in het bos en je ziet een beest met, 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 een, met een staartje en lange oren. En je moet determineren of dat een konijn is of een haas. Dat is determinatie, is het onderbrengen in een soort. Maar zij spreken niet over determinatie, zij spreken over sequentiering. We hebben het virus gesequenceerd. en dan gaat iedereen ervan uit dat ah ja, ooit in stukken en brokken van elkaar gevallen zijn, en ze hebben het dan terug, terug samengezet. Nee, het is nooit in stukken en brokken van elkaar gevallen, omdat het gewoon cel-eigen materiaal was. Cel-eigen materiaal, dat hebben ze wel gedetermineerd, in die database gestoken, en dan beginnen spelen met die database. En iedereen denkt, het originele model moet er wel geweest zijn, maar je kunt het originele model enkel maar hebben als je het virus isoleert. En het is nog nooit geïsoleerd. Dus we zitten in een virtuele, daarom mijn lezing, virtuele virussen, een virtuele wereld waarin alles kan, en de varianten, is niks meer dan die Trinity software die een theoretisch model loslaat op de mogelijkheid indien het virus zou muteren zou muteren, dus nooit klinisch bewezen dat het muteert, wat het dan zou zijn. En de indruk dat het in een labo is gecreëerd komt natuurlijk van het feit dat men in het uh, samenstellen van het genoom oude stukken gebruikt van andere virtuele oefeningen, bijvoorbeeld van het AIDS-virus wat ook virtueel is, en men stopt dat daarin. En dan kan Montana op tv zeggen: ja, maar ja, uh, het is een zeer gevaarlijk virus, want er zit een stuk in van AIDS. Er zit geen stuk in van of HIV. Er zit geen stuk in van HIV, want HIV is zelf al een fictie. Dus je kunt binnen die fictionele wereld, binnen die matrix, kun je zeggen wat je wil. Enfin, ik mag niet te lang erbij, maar dan moet ik naar de oplossing gaan natuurlijk. En de zevende paper uh, is, is eigenlijk ook redelijk grappig. Uh, Daikoku zegt: uh, ja, er zijn, er zijn de, Het virus is polymorf. Polymorf wil gewoon zeggen, veelvormig. Uh, ja, kijk, en daarbij die pijltjes, dat is het virus. Hè? Kijk, dat, dat niet. Maar dat, en dat lijkt toch een beetje op elkaar zo? Ja, die ook niet echt maar alleen. We gaan toch maar een pijltje zetten. Nu, het zou kunnen natuurlijk, indien een virus nog aan het groeien is, dat de volwassen vormen van virussen gelijk op elkaar lijken en de jong, jongs, laat ons zeggen, niet op elkaar lijken. Maar een virus heeft geen voortplantingssysteem. Een virus heeft geen stofwisseling. Een virus heeft geen propulsie, geen mobiliteit. Maar het dringt wel de cel binnen. Het verschalkt de receptoren. Dat virus is, bijna, is zo intelligent dat het een heel lange siesta neemt en om elf uur s'avonds komt het op straat en daarom moeten wij binnen blijven. <laughs> het is belachelijk, mensen. En straks gaan we echte wetenschap, echte wetenschap. Uw hart gaat verblijden van de echte de, de wetenschap. Dat wij zelfhelend zijn. Dus, conclusie. Het bestaan van het mazelvirus is onbewezen. Ik ga daar niet, niet te lang. Uh, dat wil ik wel benadrukken. Uh, let heel hard op in uw taal nogmaals. Wie beweert moet bewijzen? Als ik zou bewezen, be, be, beweren dat het virus niet bestaat, dan moet ik iets bewijzen dat niet bestaat. Dat kun je niet. Het is alsof dat je, je moet bewijzen, alsof je schuldig bent tot het tegendeel is bewezen. Je kunt je onschuld niet bewijzen, of zeer moeilijk. Je, je, je mag dat niet doen. Je mag enkel beweren dat het bestaan van het virus niet bewezen is. En dat kun je wel bewijzen. Dus eigenlijk, de wetenschappelijke houding is, het is mogelijk dat virussen bestaan, maar in de vijftig jaar dat we er onderzoek naar doen, is het nog nooit bewezen. Dus de bewijslast ligt bij u om dat aan mij te bewijzen. Dat is hoe het is. En dus ga nooit mee in debatten waar men u een corona-ontkenner noemt, hè. Ik zeg, ik ben, een ik ben geen virusontkenner, want ik kan niet ontkennen wat niet bewezen is. Ik ben een virus scepticus. En u bent een virus gelovige Want u gelooft in iets dat niet bewezen is. En dat is, een, dat is een geloof met een eigen kerk. Met hoge priesters, dat zijn de journalisten. Met, met ketters, dat zijn de ongelovigen. D het is een religie. Het is een religie, en je kunt niet meer rationeel spreken met mensen, omdat ze helemaal geïndoctrineerd zijn met angst, NLP, neurolinguistisch programmeren. Maar dit zijn de feiten. mensen. Het is niet bewezen. Punt aan de lijn. Ik ga verder. Um, nou, toch eventjes. Dan ben ik klaar en dan beginnen we met dokter Hamer. Want dokter Hamer was, was een maat van dokter Lanka. En Lanka is een beetje een snoodaart, want die heeft het lief van dokter Hamer afgepakt. Ja. Daar is nu zijn vrouw, een prachtige Braziliaanse. En dat is bewezen. Ja. Dat is gedocumenteerd, bewezen, gesequenceerd, alles. Uh, alle software die je wilt... Uh. Maar ik vroeg dan ook aan hem, ik zeg, maar hoe moet je dat dan wel doen, indien dat je het zou willen doen? Hè? Hij zegt, het is niet moeilijk. Je pakt dat slijm, je steekt dat in een sucroseoplossing, een suikerwateroplossing, en dan centrifugeer je dat heel snel. Wat gaat er gebeuren? De zware delen gaan naar beneden zakken. De lichte delen gaan naar boven gaan. Dat bewijst niet dat er virussen bestaan, maar je hebt tenminste al volgens gewicht uh, dingen van elkaar gescheiden. Dus je weet al de ribosoompjes kun je eruit halen, de, de mitochondriën kun je eruit halen, het golgi-complex, al, al die onderdelen het golgi-complex bestaan niet. Maar goed, dat is nog een ander verhaal. Uh, uh, maar, maar dan in de band waar het virus zou moeten zitten, dan pak je een pipetje, je trekt dat eruit en je legt dat op onder de microscoop en dan determineer je, als je kan, uh, dat virus. Maar een klein weetje over elektronenmicroscopen. Wij mogen dat eigenlijk geen microscopen noemen, omdat er geen scopie meer is. Het is geen, zicht, geen rechtstreeks zicht meer. Het is het afvuren van elektronen op een staal. Dat staal moet trouwens eerst worden gedroogvriest. Dus indien virussen al zouden leven, dan zijn ze zeker dood. Dan leggen we daar een laagje platina over. Je dus moet altijd denken aan Goldfinger, die dan zijn vrouwen helemaal beschildert met, 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 met goud. Zoiets. Waarom platina? Omdat die elektronen moeten kunnen ketsen. En het is de terugkaatsingshoek die dan in een database terechtkomt. En op basis van die database wordt met een algoritme berekend wat er zou moeten te zien zijn indien we het zouden visueel kunnen zien. En fun fact, als je elektronen afstuurt op een staal dat gekookt is in platina, dan gaat de temperatuur tot 100, 150, soms 200 graden. Hoe kun je dan weten dat dat virus infectueus is? Stel nu nog dat je het zou kunnen isoleren. Stel nu nog dat je het daar ziet... Als je het zou willen gebruiken om een andere patiënt te infecteren, dan is het al dood, dus je kunt er niks mee doen. Dus leg mij uit hoe je dat experiment nog maar zou kunnen concipiëren. Het, het lukt zelfs niet. En moet ik een viroloog zijn om dat te kunnen inzien? Nee. Moet ik een bakker zijn om een brood te bakken? Nee. Ge, gebruik gewoon uw twee hersenhelften en trek alles in twijfel wat, wat de moderne wetenschap u zegt. You have to trust the science. Nee, sorry, als er één ding is dat we niet moeten doen, is wetenschap vertrouwen. Show me the goods. Dat moet het antwoord zijn. Demonstreer mij. En ik ga u tonen hoe dokter Hamer, Hamer wel de demonstratie heeft gedaan. Dus, indien iemand had kunnen doen wat Lanka hier. Dit is de enige methode trouwens. Hè? Indien iemand dit had kunnen doen, dan had Lanka 100.000 euro betaald. Fun fact: die had die 100.000 euro zelfs niet. Je hebt onlangs een miljoen beloofd. Hè? Ja. Dus ik neem aan dat ik niet ga, ga zwijgen. <tieks> <tieks> dit is nog nooit gebeurd. Ik heb me daar altijd van weerhouden, omdat het Belgisch gerecht ook notoir onrechtvaardig is en moet er heel goed mee oppassen. Goed, nu komen we eigenlijk tot het bevrijdende deel. En het is het leukste deel? En dat is, dat is de vraag, wat is dan eigenlijk wel de ware basis van de geneeskunde? Mazelen als ziektebeeld bestaat wel degelijk. Hè? We gaan dat niet ontkennen. Hè? De, het ziektebeeld COVID bestaat wel degelijk. Longontsteking bestaat. De vraag is alleen, wordt het veroorzaakt door een ziektekiem? En het antwoord is nee. Het wordt veroorzaakt door iets anders. Gaan we nog even terug naar die uh, chaos, logos en telos. De um, Big Bang he, is, een, is een theoretisch model, nooit bewezen, dat ja, kun je ook niet bewijzen, want bewijzen veronderstelt dat je achter iets kunt staan, en, en voor de Big Bang was er zogezegd niks. Ik zeg altijd, paradoxale wijsheid, in, de, van in het begin was er alles, behalve een begin. Um, dus, oneindigheid, ja, dat is, dat is het punt. Um, goed, ik ga daar redelijk snel door, maar nog eens, eens herhalen. We zitten in dat deel, de trekkende, helende kracht van alles. En wat zegt uh, dokter Hamer? Wat is de basis van de, de medische geneeskundige wetenschap? Niet speculaties, dat is de embryologie. De embryologie moet je zien als de kosmologie van het lichaam. En ik heb die vergelijking gemaakt, en dat is niet toevallig, want op het volgende. Uh, ...slideje, dus ga even lezen. De wetenschap van de embryologie en onze kennis van de evolutie van de mens vormen de basis van de geneeskunde. Het zijn de twee basale uitgangspunten die ons het inzicht geven in de oorsprong van kanker en alle zogenaamde ziektes. Zogenaamde ziektes. Want de vijfde wet van Hamer zegt dat ziekte niet bestaat. Oeh, ik heb het al verklapt. Waarom is de embryologie de cosmologie van de geneeskunde? Of wat had ik daar nu juist gezegd? Uh, de cosmologie van het lichaam. Wanneer er een bevruchting plaatsvindt, wanneer dus een zaadcel slaagt om de ijstel binnen te komen, op het moment van bevruchting is er een explosie van zink. Het is precies een, een vuurwerkje, een lichtflits. Dat is bewezen in 2016. En dat doet natuurlijk denken aan die Big Bang. En ik heb dan zo het uh, theoretische idee, als mensen sterven, dan zien ze licht aan het einde van de tunnel. Misschien is dat het licht van de flits van een nieuw leven. Dus alles is cyclisch. Uh, maar in die chaos, dat is een chaos in het begin, zit er blijkbaar toch een zekere logica, een zekere logos. En dus wat krijg je? Uh, een bevruchte uh, eicel noemen we een zygote, die begint zich te delen. En dat is voorlopig nog de theorie, de celtheorie. Ik heb er ook al vragen bij. Lanka gelooft niet dat cellen bestaan. Nog een niveautje hoger. Dus uh, hij zegt het enige wat bestaat zijn weefsels. En als een weefsel, uh, als een weefsel groeit, dan heb je dingen die op cellen gelijken. Maar het hele het idee van receptoren en, en toestanden, ik, ik, ik wil hem naar Vlaanderen krijgen, ik wil dat hij dat volledig uitlegt, want ik kan nu niet meer bellen. Ik kan niet meer, dit is, Wat ik nu kan presenteren is wat ik uit zijn neus heb kunnen halen. Allee, theoretisch slijm. Um, als, als, een, als een celdeling ver genoeg, of een weefselopbouw, laten we dan zo zijn, ver genoeg gevorderd is, dan krijg je een morula... En een morula is precies zoals een vogelnestje, zo. kent dat Die de hakbal en dan zit daar een, een eitje in, haalt het eitje eruit, een, een holle bol. Um, en dan is er een belangrijk punt. Die morula die krijgt van onder een beetje extra weefsel, en van onder uh, gaat dat naar binnen. Je hebt een bol, extra weefsel, en dat gaat naar binnen. En dat proces heet gastrulatie. En hier zie je de gastrulatie. Dus dit was eigenlijk vroeger beneden. Ik moet eigenlijk mijn pointer gebruiken. Die, die groene, dat groene was hier beneden, maar dat, heet, dat gaat waf omhoog. En dus wat krijg je? Je krijgt eigenlijk drie weefsellagen. Ectoderm, wat eigenlijk gewoon Latijn is voor buitenlaag. Endoderm, wat dat groen is. De Latijn is voor binnenlaag. En mesoderm, wat is dat? Tussenlaag. Dus simpel als dat groot is. Tussenlaag. En het zijn die drie lagen waaruit al onze organen zullen groeien, en die gaan anders reageren op schokken. Want dat is de theorie van Dr. Hamer. Het zijn de schokken in ons leven, zelfs al ervaren wij dat niet als een schok, logisch, ons onderbewustzijn kan dat wel ervaren als een schok, ik heb verschillende voorbeelden, die uh, ons ziek gaan maken. Maar je, je gaat straks snappen wat dat ziekte is. Het is niet wat je denkt dat het is. Wat is er een, nog een belangrijk moment, dus het splitsing van het mesoderm. We hebben drie lagen, maar eigenlijk worden dat vier. En dat komt omdat wij in het begin zijn... We, oh, in het begin zijn we een ring. Een ring. En dus uw elke. En uw aars, die waren vroeger samen. Eigenlijk waren ze gewoon een darmzak. Een fretzak. Bijna soms nog een beetje. Maar ik vind het belangrijk dat we spreken over het fontanelleke en niet de mond. Waarom? Omdat de voeding van de mens spiritueel is. De, negen, de zevende chakra die boven ons hangt. Dat is eigenlijk anders. De materie condenseert zich onder die chakra. Maar goed, we gaan daar niet te ver op in. De, de ring ontdubbelt en dat, dat gaat los. En dus, dat is eigenlijk de ruggengraat die dan wordt gemaakt. Maar je hebt een, uh, een nieuwe laag, dus dat mesoderm splitst zich op in een oud mesoderm en een nieuw mesoderm. Ik ga een beetje tempo in steken, sorry. Uh, dus al die organen zijn terug te leiden tot de vier weefsellagen. Uh, alles wat te maken heeft met vertering is endoderm, ook ademhaling, al de primaire functies. Dan oud mesoderm zijn heel dikwijls de steunspieren. Uh, 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 nieuw mesoderm is alles van de botten. En ectoderm, buitenlaag, de huid. De huid die ook naar binnen gegaan is, tot in onze slokdarm. In de melkgangen van de vrouw is ook naar binnen gegaan. Dus borstkanker kunt je op die manier verklaren. Of, uh, ja, de ziekteoorzaken volgens de moderne medische theorie zijn allemaal correlaties. He. Het pathogene bacteriën, weet nou al niet waar is. Het kwaadaardige kankercellen, dualisme. Je hebt defecte genen, he. het komt, zit in de familie. Je he. hebt een zwak immuunsysteem, bestaan niet in het immuunsysteem. Of je hebt depressieve gedachten. En om het zo nog een klein beetje complexer te maken, om de indruk te geven van. Uh, van, van uh, geraffineerdheid, zeggen ze, ja, er zijn bepaalde factoren die dat kunnen triggeren. Ah, ja, ja, ja. Uh, en als het in de familie zit, voorschiedenis, dan, dan is dat uh, een belangrijke factor. Toxines, dat gaan we zeker niet ontkennen natuurlijk. Het gebruik van verslavende middelen, elektromagnetische smog, voedingstekorten. Dit zijn allemaal natuurlijk geen gezonde dingen. Maar ze zijn niet de oorzaak van ziekte. De oorzaak van ziekte gaan jullie leren kennen nu. En dat is... Uh, maar eerst nog eens zeggen: germaansegeneeskunde.nl, zijn jullie daar al eens naartoe gesurfd? Ja, dat is een website wat ongelofelijke kennis zit. Ik ga er straks nog op in. Maar dit is een nieuwe geneeskunde, een nieuwe geneeskunde vrij van angst en paniek, en dat is het allerbelangrijkste. No fear, German medicine is here. Uh, wat is de oorzaak van ziekte? Nu kom ik tot de essentie. De oorzaak van ziekte zijn schokken, en dokter Hamer heeft. Zijn leer gevonden doordat hij zelf een zeer zware schok heeft moeten verwerken, en dat was de dood van zijn zoon. Die was aan het werken in het uh, universiteitsziekenhuis van Tubingen en plots komt een uh, zuster bij hem, een oh, zuster, het was misschien al gewoon een, een burgerlijke verpleegster, die zegt: Dokter Hamer, gaat u even zitten. Ja, als je dat hoort, is het niet goed. Hè? En ze zeggen tegen hem: uh, Ja, kijk, uw, uw zoon Dirk die was op vakantie in Italië, ja, ja, ja. die is neergeschoten. Schok. Oeh, shock. En. Dr. Uh, Hamer neemt, het vliegtuig. Dokter Hamer neemt het vliegtuig naar Marseille, waar hij verzorgd werd. En hij probeert hem nog te verzorgen, maar het was een schot in de bil. En was ze toen nog niets wisten van het verschil tussen infectie en inflammatie, ja, is hij doodgegaan in de armen van dokter Hamer. Drie maanden later krijgt dokter Hamer teelbalkanker. Teelbalkanker is de helingsfase van een verliesconflict. Dat gaan we later zien, maar hij wist dat toen nog niet. Maar wat begint hij dus te doen? Ze zetten die teelbal af, ja, men wist van die beter. Hij heeft geen straling gehad en geen chemo, gelukkig. Anders was hij niet zo lang uh, actief kunnen zijn. Maar hij begint dus... Hij, hij komt terug in de kliniek. En hij zegt, ja, er moet ergens een connectie zijn tussen de shock dat ik gehad heb en mijn teelbalkanker. Ik ga nu een keer naar de afdeling oncologie gaan. En ik ga vragen aan alle vrouwen met borstkanker, ga ik vragen, is er iets gebeurd in de afgelopen tijd dat u geschokt heeft? En allemaal, zonder uitzonderingen, zeiden ze ja. En het waren grote schokken. Hè? Het, was, het was ofwel met de partner ofwel met het kind, maar dat slaat bij de vrouw op de borst. Twee soorten borstkanker. Als we tijd hebben op het einde, want dat is niet de focus van vandaag, wil ik graag nog een keer de twee soorten borstkanker uitleggen. Als we tijd hebben, botkanker kan ik nog uitleggen en dan de hersentumoren, dat is helemaal grappig. Um, hij focust zich daarbij op de studie van zijn CT-scans. Dus hij ziet op een CT-scan dat er op de plaats, afhankelijk van het, van, van het conflict dat men heeft, is er een ringetje te zien. En zijn tegenstanders noemen, hem, noemen dat een hamerse haard. Dat is wel een mooie alliteratie, een hamerse haard. Het zijn concentrische cirkels. Waar, je kunt dat effectief zien op CT-scans. Niet meer op de moderne CT-scans, want net zoals elektronenmicroscopen heen scopie mag worden genoemd, zijn CT-scans ook gewoon algoritmische berekeningen van terugkaatsingseffecten van radiatie. Dus als je dat algoritme verandert, dan ga je de dingen zelfs niet meer zien. En dat is het geval. Vroeger, op de, op de beelden van Siemens, kon je ze wel nog zien. In de nieuwe beelden kun je ze bijna niet meer zien omdat ze weggefilterd worden, omdat men denkt dat het artefacten zijn, omdat, omdat men denkt dat het uh, uh, ja, een fout is in het beeld. Maar Dr. Hamer heeft met een technicus van Siemens dat helemaal uitgetest. En die technicus heeft een geschreven verklaring bezorgd. Hij heeft gezegd, nee, dit is echt wat te zien is in de hersenen. En het is geen gewoon concentrisch cirkel, het is een bol. Het is eigenlijk alsof je ja, een, een concentrisch bolletje zou hebben, die van daaruit dan de heling coördineert, want dat is het punt. Enfin, ga verder. Dus onmiskenbare patronen. Hier zie je zo een uh, concentrische cirkel. Voilà, dat is de inslag echt in de hersenen. En dus wat zegt eh, Hamer, zijn eerste wet is, ben, dat, dat is een beetje zoals je een steen in het water zou gooien. Zijn zo. dus eerste wet van Hamer is, elke ziekte start met een biologische schok die geregistreerd wordt op drie niveaus. De psyche, uw denken, uh, de hersenen, dus het fysieke uh, onderdeel, en een orgaan. Dat kan de teelballen zijn, dat kunnen de borsten zijn, dat kunnen... We, er zijn 122 verschillende programma's die kunnen lopen in ons lichaam. Die dokter Hamer geïdentificeerd heeft en had hij langer geleefd, hij had er waarschijnlijk nog een stuk of vijftig bij ontdekt. Maar dus eventjes benadrukken dat het niet gaat over de psychologische schokken. Het kan ook zijn, als jij werkt op een festival en je moet een koelcel binnen, en je komt die koelcel buiten, als je daar niet op ingesteld bent, dat is een, een, een koude schok, dat is een fysiologische schok hier van boven en dus fysiologie, dus de leer van het materiële lichaam, psychologie, de leer van het, de immateriële ziel, die hebben een verbinding met elkaar en dat heet we neurologie. en de en de trilogie van fysiologie, neurologie en psychologie noemen we biologie. dus het gaat over biologische schokken, niet gewoon over psychologische. dus wat ontdekt hij dan verder? hij begint meer en meer CT-scans te, te analyseren en hij ziet, aha als het te maken heeft met schokken van het endoderm, dan zien we die, 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 die concentrische cirkels, die hamerse haren, blijkbaar altijd in de hersenstam. Als het gaat over nieuw mesoderm, dan zien we dat in het hersenmerg. Als we dat zien in het oud mesoderm, dan zien we dat in de kleine hersenen. En als we dat zien van het ectoderm, dan is het altijd in de neocortex. Dus hier hebben we al causaliteit, mensen. Er is geen correlatie. Het kan correlatie zijn. Causaliteit kun je eigenlijk nooit bewijzen. Dat is het inzicht van David Hume, maar daar gaan we niet op in. Maar de, de probabiliteit dat dit meer is dan een correlatie, groeit elke dag dat hij daarmee bezig is. En wat hij dan ontdekt, is eigenlijk de kern, en we gaan een beetje een interactieve oefening daar rond houden, want ik voel dat jullie een beetje moe beginnen te worden. Uh, de, de, de kern van de Germaanse geneeskunde is dat elk van die lagen anders reageert op schokken. Uh, het is tijd voor een beetje beweging. We gaan het eerst simpel doen. Uh, dus er zijn vier lagen, omdat er uh, vier, uh, vier hersengebieden zijn. Je hebt het endoderm, dat was uh, die, die binnenkant. Je hebt dan het mesoderm dat uitge uitgevallen is in twee. je hebt dan het ectoderm. Als je een schok krijgt en dat slaat op een weefsel van het ectoderm of het nieuw mesoderm, dan gaat er weefsel weg. Okay? Als je een schok krijgt, bijvoorbeeld, uh, ectoderm kan exeem zijn. Examen is de helingsfase van een scheidingsconflict. Maar goed, we gaan er niet, te, niet, te, niet te technisch. Maar ik wil dat jullie in de muscle memory en in jullie, in jullie lijf voelen: als je ectoderm ziet, dan weet je dat er weefsel zal weggaan. verzwering. Als je endoderm ziet, dan weet je dat er weefsel gaat bijkomen. En daarom gaan we dat een keer oefenen. Uh, als ik zeg, ik ga een van die vier lagen zeggen. En als die laag staat bij het plus, dat er weefsel bijkomt, staan jullie recht. Als ik, en nu doen we dat nog met de, met de visuals erbij. Als ik in een van die twee lagen zeg die uh, ectoderm of nieuw mesoderm zijn, jullie weten dat er dan weefsel weggaat en dan gaan jullie zitten. Oké, okay? zijn jullie klaar? Ectoderm. Oké, okay, er staat niemand recht. Dat is al een goed begin. Dat, dat zag toch iemand die zijn saccoje al op. Endoderm. Nou, de laatste. Allee. Dat is niet meer moeilijk, hè? je zit gewoon aan het wachten. Uh... Meneer heeft een beetje moeilijkheden, blijf maar zitten. Blijf maar zitten. Oud mesoderm. Ah, we blijven allemaal... Staan. Ectoderm. Ah, Oké, okay, dat gaat redelijk. Hè? Kijk nog een laatste keer goed, want nu gaan we dat wegdoen. Nu gaan we dat wegdoen. Dus ectoderm, ecto en nieuw meso is minder weefsel in de conflictactieve fase. Straks leg ik daar nog meer over uit. Want je kunt daar alles mee verklaren, mensen. Dit is echt de kern van de kern van de kern van de kern. Oh, mesoderm en endoderm plus, oké? Okay? Got it? Next slide. Ah, ha, ha, ha. Blijven zitten. Het is min, min, min is blijven zitten. Als er weefsel bij komt, dan zeg ik, ik word groter. Weefsel, ik plus. Want hou het zo. Dan zijn het ectoderm blijven zitten. Plus, goed, goed wauw, wow, wow, wow. blijf maar staan. Het kan zijn dat je weer moet gaan zitten, maar dat zijn er niet zeker. Hè. Nieuw mesoderm, dat is een moeilijke. Er zijn veel harders die zeggen ik blijf staan, want ze uh... nee, het is gaan zitten. Dat zijn die twee bovenste: ectoderm en nieuw mesoderm is minder, minder. Ik maak het u kleiner. Okay. Ah ja, ja. wordt een beetje moe aan de, aan de leden. Enfin, oud mesoderm. Dat is gemakkelijk, hè? Ja, van die onderste, en dan als laatste ectoderm. Gaan we zitten, Oké, maar mensen, het is grappig, maar het is niet grappig, want dit is echt de kern. En nu gaan we zien hoe. Dat was gemakkelijk. Nu gaan we zien hoe dat, hoe dat uh, het lichaam zich aanpast aan die schokken. De tweede wet van Hamer die zegt, is eigenlijk zeer eenvoudig, dat er twee fasen bestaan. Hier heb je de shock, de shock die binnenkomt. Bijvoorbeeld. Een, een, een vrouw uh, wordt aangebeld aan de deur, doet open en de politie zegt, uh, mevrouw gaat u even zitten. Doet goed. Uh, uw man is overleden in een uh, ongeluk. Uh, shock. Daar wordt je conflict actief van. En, en dit is jouw energieniveau. Je, je, je weet niet wat je daarmee moet doen. Je kunt het geen plaats geven. En wat gebeurt er? Je, je weefsels passen zich aan. Als dat slaat bijvoorbeeld op. Um, ja, ik ga het niet te technisch maken, maar uh, borstkanker heeft er heel veel mee te maken met shokken. Die gaan over nestzorg of een verliesconflict. Ik ga straks concrete voorbeelden geven. Uh, dat duurt tot je dat filosofisch een plaats kunt geven, tot je dat kunt aanvaarden, tot je dat kunt uh, ja, uh, in, in een kader zetten. Maar aanvaarden gaat daar heel dikwijls over. Of dat de bron van je stress weg is, en dat heet conflictolyse. Oplossing van het conflict. Maar, maar wat, wat, eventjes, wat gebeurt er in die conflictactieve fase? Uw lichaam helpt u door de weefsels aan te passen, maar ook door uw aandacht te focussen. Uw vingertoppen worden koud, u, 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 de toppen van uw tenen ook, uw neus ook, uh, alle uiteinden worden koud. Je bent niet te verwarmen. Je slaapt slecht. Je, je wordt wakker om virusmorgens morgens te denken en te piekeren. Waarom is dat? Omdat het lichaam jou wil helpen om zoveel mogelijk tijd te kunnen nadenken over jouw probleem. Maar het probleem is natuurlijk, als jouw filosofie niet rijk genoeg is, dan raak je daar niet uit en dan blijf je conflict actief. En hoe langer je conflict actief blijft, hoe zwaarder de helingsfase zal zijn. Want dat is de tweede fase, dat is de warme fase. Dit is de koude fase. En wat is er het kenmerk van de warme fase: Inflammatie. Ontstekingen. En Wat is de functie van ontstekingen? De functie van ontstekingen is het wakker maken van bacteriën die aan het slapen zijn. Dus bacteriën zijn onze vrienden, want als je in de conflictactieve fase minder weefsel krijgt dan gaan die in de herstelfase dat weefsel terugweven. Van waar komt het woord weefsel? -so? Wie weeft het anders? Onze bacteriën. En de meest nuttige bacterie die we hebben is de tuberculosebacterie. Die zit allemaal in jullie op dit moment, maar ze slapen. En als je een longontsteking krijgt, dan is dat de activering van die bacteriën om weefsel uit de conflictactieve fase in het geval van de longen is dat endoderm, dus endoderm. Wat is dat? Plus of min Plus, dat noemen we dan tumoren, dat moet je hulpweefsel noemen eigenlijk. Straks het mooiste voorbeeld is de Spaanse griep. Ik denk dat we daar bijna zijn trouwens. Ja, dus uh, de shock, shock, shock moet onverwacht zijn, geïsoleerd, je kunt er niet over babbelen, je bent gechoqueerd uh, dus, de conflictactieve fase start met een shock, de herstelfase sta, start met een opluchting. Voor die man, die kan al tien minuten niks meer, niks meer smaken en hij denkt dat hij COVID heeft en plots realiseert hij zich dat hij tofu aan het eten is. Dat, dat, is, dat is een opluchting. Hij zegt een opluchting. Die man gaat in herstel, de inflammaties beginnen en hij wordt gezond. Maar zie je, wij denken dat ziekte iets slechts is, maar ziekte is, is eigenlijk al het herstel. En de, de werkelijke ziek, ziekte is uh, uh, de desoriëntatie na een shock. Dus het onderscheid tussen geestesziektes en lichamelijke ziektes is fictief, is werelddualisme. Er bestaat maar één soort ziektes en het zijn de geestesziektes. En als die in heling kunnen gaan, dan hebben wij symptomen die onze weefsels terugzetten. Maar dat noemen wij dan ziekte, maar nee, dat is al uw herstel. Dus wees thank de Lord voor, voor inflammaties en voor ontstekingen, want dat betekent dat je in herstel bent. Natuurlijk, als uw conflictactieve fase zeer lang is geweest, dan kunnen die inflammaties zeer zwaar zijn en je kunt sterven aan de heling. Dat is de ironie van de, de kunst van het helen. Is de snelheid bepalen waaraan je heelt. Als je te snel heelt, kun je sterven. En dat is wat er gebeurd is met de Spaanse griepmensen. En dat ga ik nu uitleggen. Ja, ff, kijk, dan uh, een beetje sneller door. Conflictolies, Ik heb het allemaal uitgelegd. Spaanse griep, epidemie. Tussen excuse, maar we weten al van Milton Rosenau dat het niet bewezen is dat het een epidemie was. Waarom was die niet Spaans? Uh, die was gewoon globaal, maar de enige reden dat we dat Spaans noemen is omdat er in Spanje geen censuur bestond over de enorme aantallen mensen die ziek werden na de oorlog. En waarom is het geen griep? Uh, omdat men, nee, waarom noemt men dat griep? Omdat het verkeerdelijk dacht, nog, nog altijd denkt men dat, dat het een besmettelijke ziekte was. Maar wat was het? Laten we eens kijken naar de tijdslijn. Uh, dat was de oorlog, ja. Dus uh, de, 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 sh de shocken. Dus... Uh, Wanneer, wanneer, begint, wanneer begint, dat is eigenlijk het schoonste voorbeeld, wanneer begint die Spaanse griep? Kijk, je hebt hier 21 september van het jaar 1918, en dan heb je 19 oktober. Laat ons zeggen dat dat begint rond 1 oktober, 1, 2, 3 oktober. Vraag van 1 miljoen. Vraag van 1 miljoen. Vraag van 1 miljoen. Je hebt vier jaar honderdduizenden mannen gezet in tranchées, dus in... in en loopgraven met water, ratten, vlooien, ondervoet, tekort aan slaap, conflicten. Als er één plaats is waar de griep of gelijk welke epidemie had moeten uitbreken, dan was het daar wel. En er zijn geen berichten, ik heb een paar gevonden, want het zijn korte episodes, maar er zijn geen berichten van epidemieën in de loopgraven. Maar je komt uit die oorlog, dus je komt eigenlijk uit de conflictactieve fase, letterlijk, en men gaat in heling, de inflammaties, de longontstekingen beginnen. Het antwoord van de Germaanse geneeskunde is het ZBS. ZBS wil zeggen Zinvol Biologisch Speciaal Programma. Dat is het woord dat we gebruiken in plaats van ziekte, want ziekte bestaat niet. Het is een zinvol biologisch speciaal programma dat u helpt bij het verwerken van een shock. Uh, en hij zegt, uh, dokter Hamer analyseert het en zegt dat het is een doodsangstconflict En dat slaat op de longen: longblaasjes, endoderm, endoderm plus. Extra weefsel. Wat is de biologische nut daarvan? Kijk, als er een conflict is in de natuur, dan zijn er drie mogelijkheden: fight, flight of freeze. Voor die freeze heb je niet veel energie nodig. Daar ga ik straks een voorbeeld van tonen: van een gazelle die wordt bijna opgegeten door een. Het is een beetje, het is een beetje gruwelijk, maar we gaan het straks zien. En die, die, voor die fight heb je extra zuurstof nodig, en voor die flight ook. Dan dus zegt het lichaam, aha, extra zuurstof nodig, wij gaan hulpweefsel aanmaken, we gaan extra weefsel aanmaken, die de conversie van zuurstof in het bloed verhoogt. En als dat vier jaar duurt, dus sommige mensen zijn effectief shell-shocked, ik geloof dat we daar een foto van hebben. Kijk, die man, is, uh, men zei dat ze gek werden, posttraumatisch stresssyndroom, je hebt een heel, heleboel uh, woordjes daarvoor, maar die shock uh, komt binnen, je bent in doodsangst, je weet niet of je morgen nog gaat leven, dus... Geproduceerd extra hulpweefsel. En de soldaten getuigen daarover dat in de oorlog dat zij spitser zijn, dat zij atletischer zijn, dat ze zij prestaties kunnen. Ze vechten als leeuwen. En na de oorlog voelen ze zich allemaal depressed omdat ze die superkrachten niet meer hebben. Maar dat komt natuurlijk ook omdat hun zuurstofconversie lager is. En, enfin, dat ma maakt het ongeveer duidelijk. Hè? Uh, dus ja. ja. Uh, dus wat is de shock- Een doodsangstconflict? Wat is de conflictactieve fase daarvan? Ah ja, kijk, extra weefsel. Hier zie je zo, een, een, een tumortje. Dat is gewoon een hulpweefsel die, die u helpt om extra conversie te maken. Uh, en men is in staat op prestaties die men anders niet kan doen. Dan de conflictolyse. En dit is interessant. We hadden 1 oktober gezegd, ongeveer. Hè. Maar de oorlog is toch pas gedaan op 11 november. Dus de theorie klopt eigenlijk niet. Want normaal gezien zou slechts op 11 november de helingsfase mogen beginnen. De wapens stilstaan. Maar voor de soldaten de wapenstilstand is bedacht door de vrijmetselaars, hè, dat weten we, 11-11-11, weer al, 33. Hè. Uh, um, dat is ook zo met de landing in Normandië, de zesde dag van de zesde maand om zes uur morgens. 6-6-6. D-Day, waarom is dat D-Day? The Devil's Day. Eight hour waarom is dat H-Hour? Hell's Hour. Als je de geschiedenis bekijkt met de symbologie van de elite, dan snap je ze. Nu snappen we niks, wij zijn confused and conquered. De officiële datum van het einde van de oorlog is 11 november maar de historische gegevens duiden er allemaal op dat Duitsland aan de geallieerden om een stak te vuren vroeg op hier 4 oktober. Dus dat gaat als een lopend vuurtje aan, aan het front. Oh, tofu. Hè? Oh, het, to het tofu moment kunnen we dat noemen. Hè? Ik ben niet ziek. Allee, we, gaan, we gaan het overleven. Wat zegt de hem? Ola, dat hulpweefsel is niet meer nodig dus wij gaan een inflammatie starten om de tuberculosebacteriën die in onze longen wonen sowieso te activeren, om dat kankerweefsel, dat mag je eigenlijk niet zo noemen, het hulpweefsel weg te nemen. Ik begin opeten. op. Te eten. En oké, okay, dat is een theorie. We moeten nu kijken. Een echte goede theorie kan voorspellingen maken. Want dit kan eigenlijk nog allemaal toeval zijn, correlatie. Maar dus je moet een casus zien. En je moet kunnen zeggen, kijk, indien dit het geval is, dan kan ik dat en dat en dat voorspellen. En als je dat kunt bewijzen, dan is de kans dat het slechts een correlatie is en geen causaliteit heel erg klein. Dus wij moeten die theorie testen. Dus eventjes terug, ja. Even nog de derde wet van Hamer, de conflictactieve fase. Ja, mm, dus ja, dat weet je al, dus, ik heb dat al verteld. Dus dat, dat onze hersenen eigenlijk die shock registreren en aan, aan het desbetreffende orgaan die daarmee gerelateerd is, de opdracht geven om ofwel weefsel bij te maken of ofwel weefsel weg te doen. Dat wisten we al. En de vierde wet is dan het omgekeerde. Hè? Het omgekeerde. De tumoren wegnemen en de necrose aanvullen. De tumoren, ik wil dat woord niet meer gebruiken, het hulpweefsel wegnemen en het reparatieweefsel erbij zetten indien het nodig is. Dus, maar de vraag is, is dat nu eigenlijk een theorie die, die hout snijdt of niet? Want we moeten ze kunnen testen naar de toekomst toe. En ik heb een, een, een paper daarover uit 2019, over wat goede theorie is als alles onzeker is. Want dat is ook wel een moeilijkheid als ik beweer dat onzekerheid radicaal is. Hoe kan ik dan nog zeker zijn? Dat bepaalde theorie juist is. En ik heb economische criteria bedacht. De nieuwe theorie moet meer fenomenen verklaren dan de oude. Ja, als je een nieuwe theorie hebt en ze verklaart niet meer fenomenen, ja, dan kan het een van de twee zijn. Maar als ze meer fenomenen verklaart, dan is dat wel een teken. De nieuwe theorie moet minder contradicties bevatten dan de oude. Dat is ook belangrijk. Die moet minder tegenstrijdigheden. En de nieuwe theorie, het belangrijkste uh, 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 aspect, is dat ze twee of meer testbare voorspellingen, dingen dat je moet zo zijn en als het niet zo is, dan. Dan, dan is de theorie niet geldig. Oké, okay. kunnen we dat nu toepassen op dit geval? Zijn er meer fenomenen verklaard? Wel, in ieder geval zou het verklaren waarom pas na de oorlog die zogezegde epidemie uitbreekt. Het zou ook verklaren waarom de soldaten tijdens de oorlog kunnen vechten als, als beesten. Het zou ook verklaren waarom niet-soldaten die niet aan het front zaten ook ziek worden op thuisfront. Want ook voor hen is er conflict -tolease. Ook voor hebben hebben ze een tofu-moment. Oh. Mijn vent komt naar huis. Mijn... Dus, hè? Um, want iedereen zit in die noorlog bezig, hè, psychologisch. Uh, twee, zijn er minder contradicties? Ja, als die Spaanse griep werkelijk voor, door een infectie veroorzaakt werd, dat is een ledig concept, dat bestaat niet, infectie, waarom zijn alle infectie-experimenten die men er dan mee ondernam, het, het onderzoek van Rosenau, waarom is dat vast? Oké, okay, ik ga een beetje rapper. Maar nu de testbare voorspellingen. Een conflictactieve fase van vier jaar dat moet een zware herstelfase hebben. Dat kan niet anders. Het kan niet zijn dat je een beetje longontsteking hebt een weekje en je zet er door. Nee, vier jaar mensen. Dat is niet niet veel hulpweefsel. Dat moet worden weggenomen. Voorspelling twee: het wegnemen van die longtumoren moet gedaan worden door de tuberculosebacterie. Dus wij moeten indicaties hebben dat er tuberculose actief was in het lichaam. Hoe ga je dat doen? En drie: uh, gezien de enormiteit van de conflictmassa heet dat dan de massa-conflict, het, 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 het duur en de intensiteit, heet conflictmassa. ...moeten er enorm veel mensen gestorven zijn aan overdadige bacteriële activiteit. Dus niet omdat die bacteriën nu u dood willen doen, zoals Pasteur dacht, maar ze zijn nu aan het helpen, maar ze zijn nu een klein beetje te, veel te rap aan het helpen. Wat um, bedoel ik? Verdorie, altijd het verkeerde knopje. Uh, dus longinflammatie, duidelijk. Hè, na de oorlog had iedereen uh, enorme problemen met water op de longen. En die inflammatie nog eventjes benadrukken. Eigenlijk is dat een subsidieprogramma van de hersenen. De inflammatie wordt aangestuurd vanuit de Hamerse haard. Niet, van, niet door een, een of andere infectie. Je mag het zuiverste skalpel ter wereld nemen, je maakt een snee en je gaat toch nog steeds een inflammatie hebben. Inflammatie en ontsteking, dat zijn dezelfde woorden. Dus mocht het zo zijn dat inflammatie ontstaat door infectie, twee verschillende woorden, uh, uh, het, het is niet zo. Dus, dus zelfs met een, met een, met een zuiver skalpel zou er geen inflammatie mogen zijn. En toch is die er. En dat komt omdat, omdat het de hersenen zijn die de inflammatie opstarten niet een of andere bacterie en dus, uh, uh, wat is dat? Dat zijn drie dingen. Eén, uh, uh, warmte, want die bacteriën slapen, die moeten een beetje opgewarmd worden. Twee, ruimte, een zwelling. En een zwelling in hun longen is absoluut niet aangenaam. En drie, ze hebben ook water nodig, dan krijg je water in de longen. Dus, um, ja, die gaan keer snel wegnemen, maar eventjes, ja, voilà. uh, de herstelfase daarvan, um, men begint bloed te hoesten. Wat is dat? Of de voorspellingen is in de herstelfase, ik ben, ben een beetje met mijn, mijn ding kwijt. Uh, het afval. Allee, als men bloed hoest bijvoorbeeld, dan denk ik, ik ben ziek. Maar nee, als je, absoluut niet. Die tuberculosebacteriën zijn uh, uh, het hulpweefsel aan het wegnemen en het afvalproduct daarvan hoest hij op. En dan gaat men naar de dokter en de dokter stuurt u of, of geeft u me medicatie en ondanks de medicatie herstelt je. <laughs> huh? Maar je waart al in herstel. Snap je? Ja, de theorie is nu al beter, maar er zijn nog voorspellingen. Te grote bacteriële activiteit. Zie een keer, die soldaten bonken van mannen, vier jaar gevochten, en zie je dan een keer liggen. Dat is nu wel eentje van, van, uh, van de Tweede Wereldoorlog, maar, maar, maar het, uh, het, het uh, programma is hetzelfde. Waarom zijn zij zo uitgemergeld? Omdat die tuberculosebacteriën eiwitten nodig hebben. Beeld win dat jij met je met je blote handen een huis moet afbreken. Je gaat moeten goed eten. In West-Vlaanderen zeggen we je moet eten, lekker de dikke daver. Maar als er één ding niet was na nou de oorlog, waren het eiwitten. Er was geen vlees. En waar haalt het lichaam dan de voeding om die vriendjes te, te, te voeden? Uit de eigen spieren. Dus je zit al met water in de longen. Je zit al met een, met, met een inflammatie. En je hebt de, de, de kracht niet meer bijna om te ademen. Ja, natuurlijk dat je, dat je gaat sterven. En dus de meeste mensen zijn gestorven doordat ze hadden een longkanker hadden. Je kunt dat niet anders zeggen. Je moet anders zeggen. Een longhulpweefselprogramma. En, en, en daardoor zijn ze... Zijn ze dus, uh, door die, inf die inflammatie, die bacteriële activiteit, zo zwaar was, zijn ze gestorven. Je moet zie dat, dat was geen uitzonderlijk beeld. Hè. Dat is, uh... En ook de vervolgconflicten, de vervolgconflicten. Dat is weer een nieuwe shock. Je ziet je lichaam zo. Je denkt dat je aan sterven bent. Dat zijn nieuwe shocks. Een dokter die tegen je zegt, madameke, je hebt nog zes maanden te leven. Wow. Diagnose-shock. En dat slaat dat op de botten, dus dat is dan botkanker. En dan zegt men, het is uitzaaiing. Maar hoe kan, hoe kan een epiteelcelletje van de borst bijvoorbeeld, van het ectoderm, dat ectoderm in één weefsellaag, naar een oud-mesodermaal programma gaan met een andere weefsellaag? Dan wil dat zeggen dat dat celletje, dat kankercelletje, dat door het bloed gaat, zogezegd, waarom, dat, dat, dat verandert van vorm. Dat, dat, dat wordt van een ectodermaal celletje, wordt dat dan een endodermaal celletje. Dat is toch absurd? En als dat zou waar zijn, dat... Dat kanker verspreid wordt door, uh, door het bloed, waarom test men dan donorbloed niet op kanker? Conspotting. Zie je wat ik bedoel? Mean? Uh, vervolgconflicten kunnen zorgen dat een ander conflict, dat, dat eigenlijk al in de helingsfase zit, opnieuw wordt geactiveerd. Dus dan belanden hij wat ik noem een Mikado-situatie. Het, 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 het zit allemaal door elkaar. Enfin, de hangende heling is, is een van de meest gevaarlijke dingen. Uh, 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 um, dat je steeds terug in, in de conflictactieve fase komt. En de behandeling van botkanker, de, de therapie van botkanker bijvoorbeeld, is daar een perfect voorbeeld van. En de meeste mensen sterven absoluut niet van de botkanker, maar van de, van de biological fatigue, van het gewoon uitputten van het lichaam. Het lichaam zegt, stop nu een keer met die behandeling, ik ben zelf bezig, hallo. Maar je komt terug in de conflictactieve fase en je, je gaat, uh, gaat achteruit. Dus dat dodenaantal dat is wellicht veel meer dan 50 miljoen, omdat die vervolgconflicten er eigenlijk ook moeten bijgerekend worden. Dus De doodsoorzaak nummer één is een foute diagnose die de toestand verergert en nieuwe conflicten opstart. En ook veel zogezegd besmettelijke ziektes in latere generatie, voor de kinkhoest, dat is een territoriumconflict, ik ga dat niet uitleggen, dat gaat ons te ver brengen, uh, is daar het gevolg van. Kinkhoest was enorm prevalent in uh, het Duitsland van na de oorlog. Omdat een territoriumconflict, ze zijn onder de voet gelopen, en dan gaat men vaccins daarvoor bedenken, dat is absurd. Enfin, uh, hangen de hele... ik, ga, ik ga verder. Dus het is niet Spaans, het is geen griep. Dat is nu wel duidelijk, denk ik. En dan zijn we bij de vijfde wet van Hamer. aangekomen. Wat wij eigenlijk ziekte noemen, is gewoon de tweede fase van een dubbelfasig, dus twee fasen, volautomatisch en vooral zelfhelend schokverwerkingsproces. Wij moeten niks doen. We moeten gewoon in de weg lopen. Dat, dat moeten we doen. Loop niet in de weg. Uh, dus het concept ziekte, kunt u zich voorstellen dat wij binnen vijftig jaar, want deze theorie zal nog lang onderdrukt worden. Dat wij niet meer gaan zeggen, ik ben ziek, maar dat we gaan zeggen, ik ben in herstel. Dat is hetzelfde zeggen als van, ik ben werkloos. Als iemand dat tegen mij zegt, zegt dat is niet waar. Je bent werkzoekend. We moeten letten op onze taal. Ah ja, bijvoorbeeld van een brokconflict. Een brokconflict heeft veel te maken met, de, met, de, met, de, met de angines. Iets dat je niet kunt verteren. Um, of niet kunt slikken, liever. Iets dat je niet kunt slikken. Ah ja, vertel een keer, ik heb dat ook meegemaakt, maar ik ben de zaken anders beginnen bekijken. Wij moeten meer met elkaar babbelen, mensen. Iedereen zit met muizenissen en iedereen zit met conflictactieve fases. En als je iemand kunt begeleiden om in heling te gaan, ja, dan, dan help je echt iemand. Dus het lichaam heelt zichzelf en het enige wat ons doet lijden is een foute theorie, een foute filosofie. Daarom heb ik zo zwaar gedrukt op filosofie. En nu kom ik aan het einde, ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb eigenlijk. In nog een uur? Nee, 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 nee. Nog, nog twintig minuten. Nu moet ik natuurlijk wel COVID-19 kunnen verklaren met die theorie, anders zijn we hier voor niks geweest. Hè? Dus COVID-19 scheelt niet zo heel erg veel van de Spaanse griep. Er zijn, ander, er zijn acht verschillende zinvolle biologische speciaalprogramma's die door elkaar lopen. Dus ik ga ze niet al acht doen, want dat zit hier morgen nog, maar ik ga er twee doen. Wat is de, de diagnostiek van de Germaanse geneeskunde? Het eerste wat je moet weten, is waarvan dat, dat orgaan gemaakt is. Als gij sleept met je enkel. Een, een stamconflict is dat. want Alles is terug te voeren op wat wij als dieren hadden als conflicten, dan moet je weten dat je pezen uh, oud mesoderm zijn. Dat gij in uw conflictactieve fase om uh, als jij vastzat in een tak, of weet ik veel, plus extra weefsel had om die pezen sterker te maken, zodat je kon ontsnappen. Als het conflict opgelost is, dan halen de bacteriën. In dat geval gaat dat dan ook uh, tuberculosebacteriën zijn. Halen dat oud mesodermaal weefsel dat gegroeid is, weg. En dan heb je een ontsteking aan je Achillespees bijvoorbeeld. Dus iedere keer dat je een ontsteking ziet, is al herstel. Dat is echt een, een switch die je moet maken in je hoofd, want als je denkt dat uh, uh, inflammatie iets slechts is, ja, dan zijn we nog niet thuis. Okay. Twee, uh, de fase bepalen waarin dat zit. Ja, als het warm is, als er al een ontsteking is, dan weten we al dat het herstel is. Drie. Dat is een beetje de hogere wiskunde van de Germaanse. Ik ga je dat besparen, maar als je echt een goede diagnose wilt doen, moet je het geslacht weten. Ja, dat is het simpelste. Ja, al geweld tegenwoordig is dat ook niet meer zo simpel. Uh, de lateraliteit, uh, dat is de, of dat je linkshandig of rechtshandig bent, en dat doe je met de klaptest. Klappen in jullie handen? Applausje, dank u wel. De hand die van boven zit, is je is 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 uh, dominante kant. En Ik heb ontdekt dat ik links, linkshandig ben. Ik heb rechts leren schrijven, maar ik ben linkshandig. Ik doe alles eerst met mijn linkerkant. Want de linkerkant bij een rechtshandige persoon is de moeder-kindzijde. De uh, rechterkant bij een rechthandige persoon is de partnerzijde. Dus ik kan gewoon met een cold reading al zien, als iemand sleept met zijn rechtervoet en hij is rechtshandig, ik weet dat heeft te maken met de partner. En een echte gnm therapeut die stelt u twee of drie vragen en die stelt u een vraag naar, die pijlt naar een antwoord dat niemand kan weten. Ik ga een simpel voorbeeld geven. Uh, uh, vrouwen met uh, moeilijke maandstonden die heel pijnlijk zijn. Ik heb het meegemaakt in een sessie waar ik mocht bij zijn uh, met heel veel vertrouwen, dat die man vroeg: uh, wanneer heeft uw moeder een abortus gedaan? Niemand wist dat. Wat is uh, het endometrium, dat is de gladde spier, dat is uh, een uh, oud-mesoderm. In de conflictactieve fase, als een vrouw hoort dat er een abortus is gebeurd dan zegt het onderbewustzijn zijn de soorten in gevaar. Dus ik moet zorgen dat de volgende keer dat er een foetus zal kunnen komen, dat die goed vastgehouden wordt. Want het endometrium is de spier die de foetus vasthoudt, maar ook de foetus uitduwt als het nodig is. Als dat conflict uh, in heling gaat, namelijk wanneer ze hun maandstonden krijgen en het is duidelijk dat er geen bevruchting is, dan gaat ook uh, de, de plus, dus de, het extra weefsel, worden weggenomen. Door schimmels kan die dat bijvoorbeeld. En dan uh, heb je heel zware maandstonden met veel bloed omdat dat extra weefsel weg moet. Maar dat is zeer pijnlijk, want dat gebeurt elke maand. Dus heel veel pijnlijke maandstonden van vrouwen hebben eigenlijk te maken met de louter, louter gehoord te hebben dat er eh, een abortus, of een, abortus of, een, of een miskraam, maakt nu niet uit, gebeurd is. En het is het beseffen van dat programma die dan de oplossing brengt, want dan, dan weet het de ah ja, het is niet meer nodig. Het onderbewuste kun je programmeren, je kunt perfect programmeren wat er moet gebeuren. Enfin, een kleine uitwerking, maar dat heeft te maken met die lateraliteit. En dan de hormoonstatus, dat is dan uh, ja, als, als een jonge persoon of een oudere persoon Maar dus moet ik je nadenken. Hè? Je hebt dus de conflictactieve fase 1 en 2. Je hebt drie niveaus: geslacht, lateraliteit en hormoonstatus. En dan heb je nog een aantal andere factoren. Eigenlijk heb je een matrix, maar dan een goede matrix, van 21 punten, waarop je eigenlijk iemand kunt diagnosticeren. Uh, en dat is volledig, ligt volledig in de embryologie. Dus dit is geen theorietje, want dokter Hamer heeft duizenden, letterlijk uh, 6500 patiënten met terminale kanker niet behandeld, want behandelen is niet nodig. Hij heeft gewoon gezegd in welk programma dat ze zaten, en hij is voor het gerecht gekomen. Ik dacht dat hij in Oostenrijk was, en de officier van justitie heeft moeten erkennen dat vijf jaar na datum nog zesduizend van die mensen in leven waren. Dus we zijn niet bezig over een charlatan. Als je zoekt op Wikipedia, ik noem dat de grote leugenmachine, dat weet je al, eh, dan lees je dat, dat ja, hij zijn licentie kwijtgeraakt. Ja, dat is een eer, hè? Allee, als ik gecensureerd word op YouTube, ach, ik groei van de voeten, dan ben ik relevant. Maar de mensen denken niet zo, ze zijn nog altijd reductionistisch, materialistisch, modernistisch geprogrammeerd. Enfin. Dan de volgende stap is de initiële shock nagaan. Die shock begrijpen, territoriumconflicten hebben te maken, met alles met territorium is de luchtwegen. En dan tot rust komen, want als je het programma kent, dan moet je gewoon wachten, rusten, goed eten, biefstuk eten. Als je tuberculose, je kunt enorm vermageren in je herstel als je, als je zware uh, longontstekingen hebt bijvoorbeeld. Enfin. We gaan nu een keer... Um, we gaan nu een keer de programma's bekijken. Ik heb nog ongeveer 10 minuten nodig. De eerste stap. We moeten bepalen waaruit het orgaan gemaakt is. Het bronchiale slijmvlies is ectoderm. Dus wat gaat er gebeuren? Gaat er weefsel weg of komt erbij? Min. 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 Dan, want de longen zijn complex. Hè? De longen zijn enorm complex. Je hebt, daar, uh, je hebt alles wat geel is, is endoderm. Alles wat oranje is, is mesoderm. Want dokter Hamer maakte geen onderscheid tussen oud-mesoderm en nieuw mesoderm voor de longen. Enfin, het is een aparte uitleg, dat ik u bespaar. Uh, en alles wat rood is, de bronchieën en het strottenhoofd, is ectoderm. Dus Je hebt allerlei programma's door elkaar. Hè. Soms komt er weefsel bij, anders gaat er weefsel weg. En begint dan een keer met antibiotica. Hè. Dan gaat dat nog een keer uh, allemaal uh, door elkaar laten lopen. Uh, voilà, min. De bronchiale spieren, mesoderm. Ja, nieuw mesoderm, dat is dus. Min. dan hebben we de longblaasjes zelf endoderm, dat is plus uh, de nieuwe me mesodermale weefsels van het middenriff, dus van onder dat is ook, uh, even denken, min uh, het longvlies heel belangrijk in covid, het longvlies da daar gaat het eigenlijk over daar dat programma gaan we analyseren uh, oud mesoderm, plus het longvlies wordt sterker want er zijn dingen die je tegen de borst stoten en de longen moeten beschermd worden in de herstelfase moet dat weggenomen worden door inflammatie en wat kan er u tegen de borst stoten in een communistische staat? Ik denk wel een aantal dingen toch. Hè? Uh, longvlies plus, die gaan we straks heel uitvoerig bespreken. Het neuslijmvlies, je kunt niet meer ruiken. Uh, ectoderm, dus er gaat weefsel weg. Dus je reukzin zakt. <laughs> in de herstelfase kun je weer ruiken, omdat het gaat extra goed ruiken zelfs. Het neusslijmvlies, min, ja. De neusbijholten, dat is allemaal ectoderm min. De reukzenuwen ook, atrofieren ook min. De, en dan zijn we erdoor. Oké, okay. dus in COVID-19, de fase bepalen, ik denk dat we mogen zeggen hè, dat de inflammaties en zo we zitten in de tweede fase. We zijn niet meer in Dat gaan we overslaan, want het, als het gaat over een collectieve schok, dan, ja, dan is er geen individuele diagnose te doen. En wat is dan die schok geweest? Wuhan uh, is het epicentrum van heel veel problemen, maar een van de grootste problemen zijn, is vervuiling daar. En uh, er waren enorm veel protesten, uh, al die jaren eigenlijk, tegen fabrieken die zich niet hielden aan ecologische codes en weet ik veel, en de Chinese overheid is niet een uh, zwakke overheid zoals de onze, maar die gaat er gewoon door met de matraak. En uh, het is zeer moeilijk om op een populatie van een miljard mensen de ene shock te kunnen pinpointen van dat is nu wat u heeft ziek gemaakt, nee, wat u heeft uh, in een schokverwerkingsproces gebracht. Uh, maar het heeft te maken vooral met uh, aanstoot nemen, uh, dus dingen die tegen de borst stuiten. Dan tot rust komen, oké. Okay. Voila, uh, ectoderm, voila. Wat, wat gebeurt er in de conflictactieve fase bij het ectoderm? Dus de, 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 ik heb je straks gezegd, het ectoderm is naar binnen gegaan, tot in uw slokderm, ook in uw, in uw uh, longbronchien uh, is ook allemaal ectoderm. Wat is het idee? Als een wolf, want we komen dan in de evolutionaire dingen terecht, als een wolf ruikt of de indruk geeft dat er een andere wolf op het territorium komt, dan gaat er, dat is een, shock, een kleine shock, maar toch een shock, gaat er onmiddellijk ectodermaal weefsel weg om het lumen, dus de, de doorlatingscapaciteit van de geuren, uh, te laten uh, groter worden. Uh, dat heeft ook het voordeel dat de neus, die zeer gevoelig is, minder gevoelig wordt, want er is weefsel weg. Dus ik kan dichter bij de grond snuiven, en er mag al een keer een broksje mee naar binnen gaan, dat gaat niet zoveel pijn doen. Als het gevaar geweken is, dan moet dat weefsel terug worden aangevuld. En hoe gebeurt dat? We weten dat al, door het activeren van bacteriën via inflammatie. Die bacteriën weven dat terug en het bijproduct van dat weefsel is snot. Snot, niet meer dan dat. Uh, dus we hebben zwelling, koorts, loopneus en mijn niezen is om de resten van het herstelproces te kunnen verwijderen. Je moet zo plots in je neus, dan je moet niezen en kun je een waf, Daar is het. De epicrisis sla ik over, anders gaan we daar te ver zitten. Dus dat is één programma. De bronchiale spieren, daar heb ik... Um... Kijk, dat is de kinkhoest. En ik ga nu een filmpje tonen. Dat u... Ik hoop dat ik u nog, uw aandacht nog heb, hè, want het is wel heel erg lang nu. Hè. Kan ik nog even verder gaan? Ja, dank u. Um, de bronchiale spieren, dus dat zijn de spieren die naast die bronchie liggen, dat zijn geen gladde spieren zoals het endometrium. Een gladde spier is een spier die zijn werk doet sowieso. Een dwarsgestreepte spier is een spier dat je moet commanderen. De, de dwarsgestreepte spieren naast de bronchieën zijn dus spieren dat je moet commanderen. Naast de bronchieën. Wat gebeurt er als jij een, uh, zit in een uh, schrik-angstconflict? Gaat enorme schrik opgelopen? Bijvoorbeeld de duisters die onder voet gelopen zijn. Dan gaat, um, dan gaat jij, ik had al gezegd, er is fight, flight, maar er is ook freeze. Dan gaat je een verlamming, krijgen, een graduele verlamming van die bronchiale spieren. Um, en dat merkt jij niet echt, want je kunt blijven ademen. Je endodermale weefsels die doen, dat zijn, wel, die zijn wel glad. Dus die, die bronchiale spieren helpen eigenlijk enkel een beetje om de lucht als je zou gaan lopen om daar extra bij te doen. Maar je basale ademhaling komt endodermaal. Oké, okay, goed. Dan wordt dat conflict opgelost. En wat gebeurt er dan? Die spieren die eigenlijk verlamd zijn, de freeze modus, die moeten terug geactiveerd worden. En hoe gebeurt dat met spastische bewegingen? En dus je schept soms dat je, dat je moet hoesten, en je, en je moet, weet, het is een droge hoest, weet niet waarom. Zo, <totstuk> dat is niet omdat er een of andere bacterie zit, dat zijn die spieren die zich terug aan het activeren zijn. En dus de, de lucht wordt eruit gestoten, en kinkhoest is dat proces waarbij je lucht er zodanig wordt uitgestoten, dat je plots zo moet <totstuk> naar binnen gaan. Zie, ik ben al te hoesten. Dat is een whooping cough, heet dat in het Engels. Sorry. <totstuk> De, woe, de woe, ja, ik zou wel een keer een, een watertje zou wel, zou wel... Pas op van de bacteriën dat je mij niet besmet. Hè. Maar dus als je, kind, als je dat je kind ziet doen, hè, ik ga niet opnieuw doen, want ik ga weer hoesten, dan zijn je toch bang die is rood aangelopen, dat is hier allemaal dik, is inflameerd. Ga naar de dokter toch, dat is absoluut niet nodig. Als je het programma kent, dan weet jij dat dit twee of drie dagen gaat duren. Gaat zelfs zo lang niet duren. En om u aan te tonen hoe dat evolutionair in elkaar zit, het is altijd de verkeerde knop, uh, ja, ik zou moeten, ja, dan, dan ligt hij niet goed in mijn hand. Dus zeg nooit meer ziektesymptomen. Hè? Ah, is ziek, wat, wat zijn de ziektesymptomen? Nee, nee, wat zijn de herstelsignalen? Dit is een herstelsignaal. En dat, dat klinkt uh, raar, maar, maar uh, alleen, het is zo. Wat is een biologische nut? Ik heb het gezegd, fight or flight is niet altijd mogelijk, soms heb je de freeze. Kijk, en ik ga u een keer een filmpje laten zien, ik hoop dat het gaat lukken. We hebben het internet verbonden, hè, met uw computer. Dus ik ga zien of dat, dat Nee, ik moet teruggaan. Ik ga waarschijnlijk eventjes moeten klikken. Kijk, wacht hoor. Ik heb volledig scherm aan. Ik ga beginnen. Dus laten we zeggen, de, het is geen gazelle. Het is een um, impala. Maakt nog niet uit. Het is een impala, maar die zit niet in goed papier. De jachtluipaard of de luipaard, ik weet ook niet wat het is. Die heeft daar vast. Die kan niet vechten. Die kan niet vluchten, dus wat gebeurt er? Freezen. De bronchiale spieren uh, gaan nu in verlamming, heel snel. Wat betekent dat er geen ademhaling meer gaat zijn, misschien nog van het middenrif, maar niet meer, niet meer, geassisteerd. En ja, aan de hyenas zijn er al. Als die doodgebeten wordt, dat zijn de aaseters die komen dan de, de, de lekkere brokjes opeten. En uh, dat is gewoon gefilmd op een safari. En is natuurlijk, kijk, die is al buiten bewustzijn, omdat er geen lucht meer is. He, dat is ook volledig verlamd hier aan de bronchiale spieren, de dwarsgestreepte bronchiale spieren. Duurt vier minuten ja, en die verstaat dat niet. En, en die hebben dat niet graag, want ze denken dat dat dier dan ziek is. Dus ze spelen daar een beetje mee, ze willen daar zo'n beetje uh, ja, leven in krijgen, maar dat, dat, die beweegt niet meer. Dus eigenlijk, het biologisch programma helpt u zelfs. Je moet het ergste van al niet meemaken, maar zelf buiten westen. En omdat je buiten westen zit, denkt, denkt dat hoofddier dat je ziek bent. Dus de, de natuur helpt u altijd en overal. Maar je moet een keer kijken wat er nu gaat gebeuren. Dat is nog het mooiste van al. Dus die probeert nog een beetje, die, 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 die bijt er zo een beetje in, maar het interesseert hem al niet meer. En vroeg of laat gaat hij zeggen: ik ben weg. Kijk nog een keer. Va, kijk, bent hier beu? Dat beest is. is en de bavianen zijn ook vleeseters, ze moeten enorm van oppassen. Ja? Oké. Okay. Dus nu is het zo gezegd gedaan. Maar dat beest is duidelijk niet doodgebeten. En nu moet ik kijken wat er gebeurt. De Vaviaans verstaat er ook niks van. Ze hebben het dan een beetje ingekort, want uh, het duurde te lang. Kijk, zie je In de hals? Hoe dat die dwarsgestreepte bronchiale spieren, dus dat is uh, mesoderm, dacht ik, nieuw mesoderm, begint en de ademhaling gaat hier terug beginnen je gaat dat zien aan de hier, voilà, 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 het is begonnen dus het programma is aan het lopen hè? dus die is nu, op dit moment, in de herstelfase het gaat een mini-inflammatie zijn niet veel, omdat het niet lang geduurd heeft de ogen gaan beginnen knipperen het bewustzijn komt terug even nog, voilà, voilà. de neus gaat dat, 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 dat betekent dat de bronchiale spieren hier actief zijn en dit is niet enkel de bronchiale spieren, het is eigenlijk een, uh, hoe heet dat weer al een, uh, oh jongens toch, ik kan er nu eventjes op komen. Maar je kunt dus verlangingen hebben over je hele lichaam, als het een, een vastzitconflict, ga ik nu maar noemen, maar dit was over het hele lichaam. Wacht hoor. nee. als je wacht duurt het lang hè? Maar plots hebben ze het eruit gesneden. Ja, nu is het gedaan hè, madame staat dan in gerecht Afla, ah, voilà. kijk. Dan zie je de spastische bewegingen. Dus dat is nieuw, nieuw mesodermaal weefsel dat, dat, dat zich terug aan het opperken is naar de normale toestand. En het laatste beeld is dat hij gewoon wegloopt. Dus dat zijn, dat zijn uh, zinvolle, mag mag toch wel zeggen, biologische, levenslogische speciaalprogramma's. ZBS'en. Ik heb er veel zo'n filmpjes. Ik heb van honden die flauw vallen, van absences van, van uh, dus als het bij dieren al werkt, ja, waarom zou het dan zeker niet bij mensen werken? Kan ik ga eens zien hoe lang dat dan nu nog duurt? Want... Ja. Nog een klein beetje. Ik ga ze toch nog een keer laten weglopen. Allee, dat ze... We gaan ze dan een applausje geven. Miss in maar mag ook een keer een happy end zijn. Hè? Voilà. Applausje. Voilà. En dat is dus de nepdood dood lichtreflex en wat zegt de moderne medische theorie? Nee, 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 nee dat is de bord, bordetella pertussis, Het klinkt als like een pizza, uh, die zogezegd ziekte veroorzaakt door het afscheiden van toxines. Niks van, aan. Niks van aan, ook nog nooit klinisch bewezen. Dus ja, ik heb het uitgelegd, he. uh, whooping cough, en nog een beetje conspotting, heel leuk. In St. Teresa, een katholieke school in Texas, wordt iedereen ingeënt tegen de kinkhoest. 100% vaccinatiegraad. Uh, leerlingen, uh, uh, directie, uh, uh, leerkrachten, iedereen. En toch op 18 december moet de school sluiten wegens een uitbraak, wat er niet bestaat, van kinkhoest. Dus wat weten wij vanuit de Germaanse geneeskunde? Dat is een, conflictact een conflictactieve fase die beëindigd is... En het was een territoriumconflict. waarschijnlijk. Welke territoriumconflicten kun je hebben? Ja, misschien een bazige juf of... of uh, ja, kinderen worden dikwijls op een, op een territorium gepakt. Hè? Dus... Um, ja, of... Enfin, andere, andere keer. En een leuk detail rond vaccinatie. Bijvoorbeeld, Dit is de kinkhoest. Die begint in 1946 een epidemie. Ja, dat, is niet ver, dat is niet verwonderlijk. Dat zijn territoriumconflicten of schrikangstconflicten. Maar die zakken al snel heel snel, dus van 1500 per jaar Gaan wij een aantal jaar later naar rond de 800. We dus zijn al gehalveerd voordat het eerste vaccin nog maar komt. En dat is een patroon, dat is niet Je zit dat steeds. En dan zakt het verder natuurlijk, omdat die programma's beginnen uitsterven, mensen beginnen dingen te verwerken. Uh, en dan zegt men, kijk, kijk eens hoe, hoe, hoe effectief dat die vaccins zijn. <laughs> dat is toch belachelijk. Dus, oké. Okay. Nu het longvlies en dan zijn we klaar. Oké. Okay? Het longvlies is zo belangrijk omdat. Dus dat is oud mesoderm, dus we weten dat er extra, um, extra weefsel gaat komen. Uh, Aanmaken van extra weefsel om de longen te beschermen. Eigenlijk heb ik het al gezegd. Hè. Als je dan in herstel gaat, dan moet dat extra weefsel weggenomen worden. Dat doord, gebeurt door het activeren van bacteriën door middel van inflammatie. En dan krijg je longvliesontsteking. En dat is een van de meest pijnlijke uh, herstelprogramma's uh, van de longen. Waarom? Omdat je eigenlijk je longen constant voelt schokken in je, uh, in je kas. Nee, want dat, dat, dat is eigenlijk om de longen te beschermen. En daar zit wel vocht tussen. Maar als je vocht in de longen hebt, sowieso voor je herstel. En dan heb je nog, ja, straks nog een nierverzamelbuizencomplex, Dat ik misschien ook nog even uit. Dan, dan, dan wordt het... Allez, dat is een van de lastigste. En dan de koortszwelling en pijn bij het bewegen. Omdat die vliezen constant meebewegen. En je hebt acute ademnood ook wegens vocht. Je zit echt zo op de onderkant van je long. Het is echt wachten tot, dat je, tot dat je erdoor. Maar als je dan nog de angst erbij hebt. Dan wordt pijn niet gewoon pijn meer, maar wordt lijden. En lijden is pijn die niet begrepen wordt. Dat is de definitie van lijden. Ik wil nog één ding erbij doen, als u mij toestaat. Uh, een ander programma dat heel belangrijk is, zijn de nierverzamelbuizen. Als een vis op het droge komt, dan, uh, dit zijn de nieren, dat zijn de verzamelbuizen, dat is endoderm, dus we weten dat endoderm plus gaat plus zijn, dan worden er kleine tumortjes gevormd hier om die nieren af te sluiten. En de reden daartoe is dat een vis die kan een uur buiten het water kan overleven zonder zuurstof. Maar die kunnen geen uur zonder water. Voor de redoxreacties hebben ze water nodig. En dus, een moment, wat is het, de zinvolheid van dat programma? Als die een vis uit het water geslagen is, en hij kan overleven door de nieren af te sluiten, dat het water wordt behouden, dan kan hij misschien overleven wanneer de volgende golf hem terug mee in de zee neemt. Dat is het idee. En dus, maar waarom is dat levensreddend als je dat weet, die informatie? Omdat... Het ophouden van dat water, als je al in een herstelfase zit, dan gaat dat extra vocht naar waar het herstel al bezig is. Dus als je op dat moment met een nog ontsteking zit en je voelt je als een vis op het drogen, dan gaat het nog erger. En dit is belangrijk voor de ICU. Mensen worden in, op buikligging verschrikkelijk, dat moet je nooit doen. Ze moeten op de rug liggen, anders kun je, dat is gewoon mensen dood doen. Zo. Um, maar hoe voelt men zich op dat moment? Men voelt zich als een vis op het droge. Nieren gaan dicht en zegt: zeggen, madame, je moet meer drinken, want je, je, je plast niet. Want die kunnen niet plassen. Ze kunnen niet plassen. En ze drinken en ze drinken en ze drinken en ze zijn zichzelf eigenlijk aan het vollopen met water. En op de plaats van het herstel, dat mag een borstkanker zijn, dat mag een longkanker zijn, dat mag een botkanker zijn, gaat dat extra water gaan helpen om die bacterie nog een beetje meer te ondersteunen. Maar als je dat programma niet begrijpt, dan... Dan het, het is, wat dikwijls een gewone longontsteking is, op die manier wordt dat een levensbedreigende situatie. En wat moet je doen met zo'n mensen? Dus de als je die longvliezen samen hebt met kidney collecting uh, uh, tubules, dus de nierverzamelbuizen, dan krijg je wat men noemt natte pleuritis. Dat is het ergste van het ergste. En dit is waarom meer, meer, de meeste mensen aansterven van COVID. Niet van geurverlies, niet van tofu. En wat is de behandeling die je zou moeten doen? Geforceerd dat biologisch. Je neemt een hot tub, lekker van je naar de, naar de sauna gaat. Je zorgt dat het water op lichaamstemperatuur zit en je zorgt dat het percentage van zout hetzelfde is als het percentage van zout in de zee. En je gaat plassen gelijk een paard. Waarom? Omdat die, omdat die niertumoren. Dat is de conflictolyse die je niet kunt forceren met de hersenen, omdat je het programma niet snapt. Maar de patiënt moet het programma niet snappen, de, de, de dokter moet het programma snappen. En als je ze erin zet. Ik weet niet of je het al gehad hebt. Je bent net naar het toilet geweest in, uh, in het zwembad. Je komt in het water en het gevoel dat je weer moet plassen. Waarom? Omdat dat water natuurlijk uh, dezelfde temperatuur heeft. En vis, ja, die plassen nu wel niet, maar goed, het is natuurlijk om dan te laten gaan conflictoliezen. Dus heel veel van de longproblemen die veroorzaakt zijn door extra vocht, door dat nieuw verzameld buisensyndroom, zouden al opgelost kunnen worden indien men dit had geweten. En het ergste van al is: ik denk dat ze het weten. Want ik ga één ding zeggen, de leer van dokter Hamer heeft hen neergelegd in 1981 aan de Universiteit van Tubingen. En de Universiteit van Tubingen heeft het niet willen behandelen. Dus men heeft niet gezegd, uw leer is fout. Uw leer is correct, maar er moeten een aantal dingen gewijzigd worden. Men heeft het onontvankelijk verklaard. En dokter Hamer is naar de rechter getrokken: de rechter. Uh, en die heeft bepaald dat er een dwangsom moet betaald worden, uh, zolang men uh, die, uh, dat onderzoek niet. Ontvankelijk verklaard. En de Universiteit van Tubingen heeft die dwangsom elk jaar betaald. Dus u moet u maar gaan indenken. En uh, via via heeft dokter Hamer te weten gekomen dat ze zijn theorie effectief getest hebben. En dat ze uh, zelf hebben intern toegegeven dat ze werkt en dat ze klopt. Dus we zijn bezig over 1981 tot 2021. Men weet al 40 jaar. 40 jaar dat schokken. Uh, ziekte mag ik niet zeggen, ik moet letten op mijn eigen taal. Hè. Dat schokken zinvolle biologische programma's in werking stellen. Dat de tweede fase van dat programma, wat wij ziekte noemen, eigenlijk al het herstel is. En dat je het erger maakt als je de juiste behandelingen niet geeft. Het is, het is, voor mij is het misdadig. Ik kan het niet anders uitleggen. We zijn erdoor... door. Uh, want even, de, de WHO wijzigt dan plots de protocollen. Uh, men, men spreekt over assertief intuberen. Vroeger was dat niet zo. Je had, had gewoon een, een maskertje met extra, extra zuurstof, maar nu, direct, hup, erin. Mensen op de buik leggen, was absoluut niet de procedure. Men lag op de, dat is toch de logica zelf, dat je op je, op je rug ligt, dat je, je longen kunnen opengaan. Dus, en wat, dan, wat, moet men doen? wat moet men doen om, om dat erin te krijgen? Want je lichaam wil dat eruit doen. Men moet mensen aan een infuus leggen om hen te verdoven. En een van de meest gebruikte, maar niet van de meest gebruikte, maar zij hebben het ook gebruikt, was Propofol. Propofol. Uh, wacht hoor, ik ben verward altijd met mijn dingen, sorry ja. En Propofol, zoek dan maar eens op. Dat is een uh, middel om grote zoogdieren te verdoven: olifanten. En op de bijsluiter staat dat in 10% van de gevallen hartfalen optreedt. Maar als ze ook een positieve PCR-test hebben, dan zijn ze wel dood van de COVID. Snap je? Enfin, uh, voilà, ik had het juist gezegd. Dus die piek, die initiële piek, dat is gewoon veroorzaakt door mensen, door het, het wijzigen van de pro protocollen. En daarna kunt gij de, de, de illusie managen zoals jij wilt. Hè. We zitten nu al aan de delta-variant, straks komen we naar de, de omega-variant, omega-3, omega-6. Uh, Mullis, die letterlijk zei: de PCR-test is geen een test, dat is een verdubbelingstechniek. Ik, ik ga erdoor en ik stop. Um, ik denk dat ik klaar ben gewoon, want. Uh, blablabla. Dus eigenlijk, die monetaire matrix. Ik wil gewoon nog een uitleidende gedachte. Alles wat ik hier vandaag gezegd heb, geloof daar alsjeblieft niks van. En ik vind dat heel belangrijk. Waarom? Het gevaar is groot dat jullie achter een nieuwe leider gaan aanlopen en ik heb er absoluut geen zin in. Jullie moeten zelf nadenken. Jullie moeten kritische vragen stellen, die gaan nu wel komen. Dus ik ga eventjes oef, euh, conflictactief worden, maar goed, dat, dat lukt wel. Maar je moet zelf de zaken onderzoeken en nagaan of het, uh, of het kan. En, uh, ik, ik zag plots dit ding. We hebben veel logische theorieën, maar de, de waarheid ga je erkennen aan hoe dat, dat voelt, hoe dat, dat resoneert. Ik kan u enkel maar getuigen dat bij mij de theorie van dokter Hamer resoneert. Dat klopt, dat klinkt goed, omdat het resoneert. Voilà, dit is alles wat ik te vertellen had. Dank u wel.